aflevering Vlotte Babbels. We hebben vandaag niemand minder dan Lange Frans. What up, man? Hoe is het? Lekker fijn om hier te zijn, dankjewel. Ja, ja toch? Dope dat je bent gekomen. Ja, gezellig plekje hier ook. Het ziet er wel leuk uit, hè? Ja, ja. Zeker. Ja, mooi dat je settled in bent. Hoe is het, Frans? Ja, goed. Ja? Ik voel me goed. Voelt je goed? Het gaat goed. Ik heb weinig te klagen. Ja. Veel te genieten. Leven lacht naar je eigenlijk. Keihard, ja. Mooi. Ja. Ik wil eerst even inhaken op het algemene. We zijn een grote artiest verloren eigenlijk in ons midden. In Amerika, Nipsey Hussle. Zeker. We hadden het er net even kort over. Ja, hoe zie jij dat, zeg maar, als zo'n artiest overlijdt? Hoe vang je dat op als zelf artiest zijnde? Ligt het dan dichtbij je? Ligt het verder van je af? Nou, Nipsey lag wel dichtbij. Ik draaide veel zijn muziek. Ik was al een paar jaar echt in zijn albums gedoken. En de onafhankelijkheid die predikte natuurlijk. Mm-hmm. In de muziekindustrie, dat sprak me aan. Maar ja, als je verder gaat doortellen, ja, Nate Dogg, Pimp C, Mac Dre, Snoop, Tupac, gelukkig Biggie. Niet. Weet je, we zijn er al zoveel verloren door de jaren heen. Ja. Vijs, helderheid, om het nog maar wat lokaler te houden. Mm-hmm. Het is, je moet toch toegeven dat als je een goede rapper bent, is het een gevaarlijk vak. Ja, denk je echt dat die twee in correlatie staan met elkaar? Het zijn van artiest, rapper dan in dit geval. Ja, de kijk, scene. Er worden wel vaker grappen over gemaakt, maar je moet je altijd afvragen waarom de slechte rappers niet vermoord worden. Kijk, het is niet. Als de wereld een oprechte en eerlijke plek was, dan zouden ze gewoon als een mompelrapper zo'n 100ste track zou mompelen, zou het spontaan de microfoon moeten ontploffen in zijn zin. Face gewoon af, ja, gewoon weg. Lussen. Ja, gewoon, dan kan je nooit meer mompelen. Maar kijk, wat ik wel heel mooi vond, was dat ik zag een stukje op Instagram van Nipsey Hussle, zijn moeder. Dat ze zei van, jongens, weet je, maak je niet druk. Hij is in een betere plek. En het feit dat we nu allemaal zo samenkomen. Ik hoop dat ze dat vasthouden in Amerika. Weet je. Want de wapenstilstand tussen de Crips en de Bloods is wel vaker geweest door de jaren heen. En dat, wat ik zeg, ik hoop dat gewoon goed blijft. Dus het lijkt me belangrijk voor hun daar. Want de mensen in Amerika hebben het een stuk lastiger dan de mensen hier, hoor. Maak je geen illusies. Dat is echt, ik ben er vaak geweest, ik heb er veel gereisd. En arm daar is echt iets anders dan arm hier. Geloof me. Ja, zelfs als je arm bent hier. Ja. Je kan beter arm zijn in Nederland dan elders in de wereld. Ja, zorg staat toch? Ja, zorg staat. En daar is het echt gewoon, je bent op jezelf. Je moet het zelf maar uitzoeken hoe je het gaat regelen. Ja. En niemand die je eigenlijk helpt, om het zo maar te zeggen. Nee, en als er een keer iets goeds misgaat, medisch gezien, dan je bent niet goed genoeg verzekerd, wat de meeste mensen niet zijn. Mm-hmm. Ja, dan kan je auto verkopen, twee banen erbij nemen en je huis gaan verkopen. Maar daar word je ook niet beter van. Snap je? Dus het is, het werkt niet. Het mes snijdt aan twee kanten daar. Altijd. Absoluut. En jij als artiest zijnde, je bent natuurlijk al, zolang ik me kan herinneren, ben je bezig met muziek. Jij hebt ook bepaalde uitspraken gedaan, zoals Nipsey Hussle bezig was met een documentaire over The Cure of AIDS. Vooral zeg maar, wat Dr. Sebi had gedaan. Yes, En Dr. Sebi was ik ook al aan het volgen. En het toffe was dan, zeg maar, ik was al dingen aan het lezen over Dr. Sebi. Is moeilijk, hoor, trouwens, als je wil eten hoe hij predikt. Het is lastig, hoor. Het is niet te doen. Ander niveautje eigenlijk, hè? Het is hardcore vegan shit, zeg maar. Maar echt, dus je normale veganist zou nog denken, wow, dit gaat mij te ver, weet je wel. Dus, maar ik vond het wel tof dat hij dat rapte vervolgens, weet je. En aan de andere kant ging er wel een soort van alarmbel af. Want ja, die Dr. Sebi hebben ze ook niet voor niks vermoord. En wat hij ook zegt, weet je. Kijk, de medische industrie heeft alleen maar baat bij het feit als mensen ziek blijven. Als iedereen gezond is en beter, dan hebben hun niks meer te verkopen. Ja. Dat is hetzelfde met vrije energie. Dat gaat ook niet op de markt komen. Of de auto die op water rijdt. Ik geloof allemaal dat soort dingen bestaan. Ik heb een lijst met fantastische wetenschappers die de afgelopen 20 jaar in eenzijdige ongelukken zijn omgekomen. Ja. Eenzijdige ongelukken komen voor, dat kan. Ja, jij kan in je eentje in een nacht op een donker bosweggetje rijden en je verliest de macht over het stuur, je crasht tegen een boom aan en jij bent niet meer. Nou, dat kan gebeuren. Maar als je gaat kijken hoe vaak dat gebeurt en wat de kansen zijn dat bij al die wetenschappers is gebeurd, weet je wel, dan is te toevallig, zeg maar. En heb jij als artiest zijnde, ik noem het woke, jij bent ook best wel woke, je bent bezig met onderzoeken doen naar dokters, noem het allemaal maar op. Heb je ooit in je carrière gedacht van, ik heb dit gezegd, maar eigenlijk had ik dat niet moeten zeggen, want wellicht gebeurt er iets met me? In hoeverre voel jij een dreiging daarvoor? Kijk, ik voel geen dreiging, maar
Nee, ik voel niet echt dreiging. En ik zag ook gewoon, ik vind het ook, als jij deze microfoon wilt betreden, moet je ook nadenken wat je wil zeggen tegen de mensen. Je kan niet alleen maar mompelen over je money en je bitches. Op een gegeven moment, we weten het wel. Je moet ook gaan nadenken. Rocksterren praten nooit over hun geld en over hoe nep de andere rockgroep is. Dat is gewoon achterlijk wat we eigenlijk aan het doen zijn. Dan zit natuurlijk de essentie van rap is natuurlijk wel, hè, tegen elkaar en kijken wie de grootste heeft en wie het verste. Heel competitief, toch? Dat hoort er ook wel bij. Maar ik vind op een gegeven moment, je kan ook bewijzen dat je beter bent door gewoon een betere song te maken met een betere inhoud. Dat heb ik altijd gevonden. Maar goed, ik kom uit een tijd waar je bekend kon worden met een liedje over zinloos geweld. Nou, dat gaat vandaag de dag ook niet meer gebeuren, denk ik. Snap je? Andere tijden. En neem me even terug naar die tijd. Start van Lange Frans. Een paar prijzen gewonnen, een grote prijs. Ja, nou ja, hoe begon je eigenlijk met muziek eigenlijk? Kijk, als de korte versie is eigenlijk dit. Toen ik 15 was, 16, toen... ik heb altijd al naar hip-hop geluisterd, maar ik had niet echt een grote broer die je dan zeg maar kon vertellen wat tof was. Dus ik vond alles tof. Mm. MC Hammer, Vanilla Ice, dat was wat op tv was. Dit spray YouTube. Ik was 8 in 1988. Ja. Dus toen Nederland nog Europees kampioen werd, weet je, het waren gouden tijden. Nee, en dus ik consumeerde wat ik kon pakken. MC Hammer, Vanilla Ice, Beastie Boys, weet je. Maar gewoon wat op de mixtapes uitkwam, daar fokte ik mee. En toen op een gegeven moment, ik was een jaar of 12, 13 denk ik. Toen hoorde ik voor het eerst Nederlandse rap. Als door een possie. En toen dacht ik, wow, oké, het kan dus ook in het Nederlands. En toen niet lang daarna hoorde ik Extince. En Extince die bracht het voor het eerst. Als door een possie was altijd een beetje industrieel. Boombap en op een gegeven moment werd het heel erg ook, er kwam een beetje metal invloeden in, weet je, harde gitaren en dat is dope. Maar op een gegeven moment begon de koers van de hip-hop wel een beetje af te wijken, in ieder geval muzikaal. En Extince kwam gewoon met funky shit, met goede baslijnen, met goede samples. En Extince rapte alleen maar over hoe tof die was en dat hij alle chicks regelde met koopavond op donderdagavond en dat hij tweede naar huis ging. En toen dacht ik, wauw. En hij rapte over dat hij geld kon verdienen met rappen. Toen dacht ik, als 16-jarige jongen, dacht ik, oké, dit is de allercoolste motherfucker die er bestaat op de wereld. Snap je? En hij maakte het een soort van tastbaar, weet je wel. Mm. En toen dacht ik, ja man, dit is wat ik wil gaan doen. En ben je ook alleen gestart of ben je toen gelijk met Bart in de studio gedoken van, yo, nee, laten we wat gaan doen? Nee, Bart en ik zaten niet bij elkaar op school, maar we woonden bij elkaar in de straat. Mm. En we waren altijd al muziekfans, maar we luisterden verschillende dingen. We hadden ook cd's van Paul de Leeuw en dat soort shit. En Paul de Leeuw had ook harde liedjes vroeger. Paul de Leeuw verkocht ook veel cd's. En hip-hop, maar ook dance, weet je wel. Wat vonden wij nog meer tof in die tijd? Two Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor, 24/7. Echt die Euro House-achtige shit met rap erop. Dat vond ik ook geweldig. Ja, dat was ook allemaal. Going toen de tijd. Dat 100%. Was keihard. Ja. Je kan er nu lacherig op terugkijken. Maar in die tijd, als je jong was, was het gewoon de shit. Ja. Je wist niet beter. No, 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 no. En dat was gewoon hard. No, no, no. Ja, 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 dat was dom. Dat was gewoon een harde trip. Ja, dus ja, ik consumeerde alles wat we konden. En op een gegeven moment kreeg ik van mijn vader een oude Atari. Een keyboardje erbij. En met die Atari zat er een computerprogrammaatje. Een voorloper van Cubase. Of misschien was het wel Cubase. En dan kon je zeg maar geluiden programmeren. Ja. Mm-hmm. Dus daar begonnen we mee. En Bart kwam altijd bij mij over de vloer. En toen zijn we samen gaan pielen met die computer. En ik kwam er al vrij snel achter dat hij en die computer konden het veel beter met elkaar vinden dan ik en die computer. Je had meteen een klik. Ja, de taakverdeling was al snel daar. Weet je wel? En in die tijd was het ook zo, zeg maar, kijk, nu kan iedereen kan rappen. Iedereen met een laptop en iedereen heeft een goede laptop en een USB-microfoon. Voor onder de €500 kan je thuis gewoon een plaatje opnemen. Feit. En in die tijd moest je er veel meer moeite voor doen om in de buurt te komen van een smeulende microfoon, zeg maar. Weet je? En als je dan in de buurt was, had je dan een beat en weet je, was er dan iemand om te tapen voor je? Het gaat nu allemaal zo makkelijk en zo snel en dat was niet. Dus ja, we begonnen gewoon steeds meer apparatuur te verzamelen en bij mensen mee te kijken, weet je, ook bij drum en bass producers waar ik had niks met de muziek, maar ik wilde gewoon zien wat hun aan het doen waren, weet je, gewoon te kijken van oké, wat kennis en expertise toch? Ja, ging ik zitten en dan kwam ik terug bij ons in de studio, ging ik alle jongens weer uitleggen van wat ik dan had gezien, maar die gozer, want we konden niet met z'n achter bij hem in de studio gaan zitten, dat werkte niet. En toen we een jaar of we waren toen klaar met school. Even kijken, Bart was 18, ik was 19, mijn broertje was 17. En toen besloten we, wat geld gespaard en wat geld gekregen van onze ouders. En toen hebben we gezegd van, nou, we gaan in één keer die studio kopen. En dat was toen de tijd
gewoon een pc met één scherm, gewoon een zo'n vieze grijze pc, maar de binnenkant was cool. Maar jij hebt echt beeld bijzacht. Ja, maar je hebt gewoon een grote pc nodig met een aparte kabel, met een soort geluidskaart zoals we nu kennen. En dat was, nou, al met al hadden we er 10.000 gulden in gegooid. Dan hebben we een microfoontje, een mengpaneeltje, computertje en dat was het, weet je. Maar vanaf dat moment konden we onze eigen shit tapen. En toen we onze eigen shit konden tapen, toen hebben we eigenlijk 2 jaar lang opgesloten gezeten als soort kluizenaars. Met kaneelthee en hash en gewoon schrijven en verder niemand wat laten horen, want dat durfden we helemaal niet natuurlijk. Gewoon oefenen. En, een mini schrijverskamp. Ja, doorlopend schrijverskamp. Het was gewoon, het was werk, school en elk moment dat we niet met werk of school bezig waren, waren we daar. Maar het was ook een tijd, probeer ik ook veel jonge artiesten mee te geven. Kijk, we hadden ook avonden dat we bijvoorbeeld niet uitgingen om geld te sparen om eerder dat keyboard te kunnen kopen. Ja. Snap je? Je moet wel, we hadden wel een bepaalde drive en een visie en een opoffering erin zitten van oké, als we dit gaan doen, dan gaan we het serieus aanpakken. En toen we de studio eenmaal door hadden en we wisten hoe Logic werkte en we konden beats erin zetten, zelf beats maken, en toen kwam vanzelf iedereen naar ons, want onze plek was waar het gaande was en waar het kon. En we hadden ook geen drempel, we hadden gewoon een garagedeur die omhoog ging. En als iemand van ons zei dat jij oké was, dan mocht je meedoen. Dat was een beetje hoe het ging. Daarom zijn sommige mensen nooit over die drempel gekomen, omdat iemand van ons zei dat het niet oké was. Punt. Ja. En in alle rust hebben wij het allereerste album gemaakt toen. Dat was het supervisiealbum van Lange Frans Baas B. Daar stond Moppie op en Zinloos en nog een aantal andere songs. En dat hadden we helemaal afgemaakt. En toen zijn we aan die straatremixes pas begonnen. Heel veel mensen denken dat het andersom is geweest. Het lijkt ook heel andersom, ja. Chronologisch is het ook andersom. Ja, natuurlijk. Ja, hoe het echt chronologisch was. Ja. Dus iedereen wist ook al, oké, Lange en Baas hebben een monsteralbum en dat is klaar. Snap je? Mm. Daar konden mensen al niet mee fucken. En daarom staan ook geen van die D-Man jongens op ons eerste album. Omdat het al klaar was toen we met hun ooit begonnen te tapen. Dus dat lijkt naar het publiek alsof wij er ineens, snel vandoor renden toen we zeg maar het succes hadden. Yeah. Maar ons succes stond al veel eerder in de kinderschoenen. Mm. En wij hebben toen een deal gemaakt in de studio waar we konden opnemen. En daar hebben we nachtenlang hebben we getaped. En dan niet tijd verspillen daardoor dingen daar te gaan uitzoeken, maar alles op harde schijven mee. Terug naar huis, weer alles openen, alles checken, knippen, plakken, kutten. En na een jaar hadden we een plaat. Lijp, man. Sick. Ja, ik dacht ook inderdaad dat het eerst straatremixes was en dat daarna supervisie kwam. Klopt, nou, maar wij waren ons moment aan het afwachten voor hoe we het album konden lanceren. En we waren nog steeds, zeg maar, we hadden het album, maar we moesten het team eromheen moesten we nog gaan bouwen. En was het echt ook strategie van we gaan eerst even die straatremixes droppen, dan hebben we al een bus gecreëerd? Of is het gewoon echt zo gegaan? Kijk, straatremixes is altijd het idee van NBA geweest. Ja. Kijk, hij wilde graag wat gaan doen, ik wilde ook wat. NBA heeft ook geproduceerd op dat eerste album, hij heeft meegeschreven op dat eerste album. NBA was altijd mijn vriend, is hij nog steeds. En inspireerde altijd veel mensen. En hij is op een gegeven moment, oké, album is klaar, maar ja, we gaan niet stilzitten, we hebben shit te doen. Laten we nu gewoon een mixtape gaan maken. Je kan nu niet meer zeggen dat je er geen tijd meer voor hebt, want het laatste verse van je album is opgegaan. En hij wist van mij, ik hoefde het niet te gaan mixen. Dat was Bart's ding en die andere jongens die waren verzameld. Dus wij hadden tijd in de studio om te gaan kutten. En toen kwam hij met die Busta Rhymes Mariah Carey beat. En dat was de allereerste straatremix die toen gemaakt was. En toen NBA bracht Negative erbij en toen Nega en ik een track hadden gemaakt, toen begon Bart wakker te worden. Dus ik dacht, oké, ik kan nu maar beter ingeschakelen voordat ze straks die hele tape hebben gemaakt. Dus toen kwam Baas B erbij. En toen we 10-11 tracks hadden gemaakt, toen belde Ali B op zich. Frans, ik heb een neefje en die gaat niet lekker in de studio in Oost. Dus kan jij alsjeblieft wat met hem doen? En toen kwam Jesse erbij. En Jesse had toen 1 verse getaped op Sletje. Een Sletje werd de grote hit van straatremix 1. Dat was de tune, man. Dat was de tune. Ja. En ik had hem zeg maar in de studio aan me voorbij laten gaan. Ik vond het een beetje kinderachtig beat. ik was geen B2K fan, ik zeg je eerlijk. Dat was gewoon niet mijn shit. Niet jouw maar straat, ik snapte de gimmick wel, want dat was het ook met straat. Straatremix was een hoop humor ook. Het was hard en we zeiden dat we je moeder gingen neuken, maar wel met een glimlach, weet je wel. Dus we waren wel lieve jongens die je moeder kwamen neuken met samen. Dus dat was een beetje het hele ding van straatremix. En Jesse tape die first ging daarna op vakantie met zijn ouders naar Marokko, 6 weken. En toen kwam hij terug na die 6 weken en toen stonden de kinderen bij hem voor de deur in Oost om handtekeningen te vragen. Dus in die 6 weken was die tape zo groot geworden en is het ontploft voor iedereen. En
We denken wel eens terug, ik heb het er ook wel eens met Jesse over, het was over gelachen ook. Wat nou als hij niet op die ene, want het is de enige verse die hij heeft op straatremixes. Ja, klopt man. Wat als hij nou niet op die straatremixes had gestaan, hoe was het dan misschien voor hem gelopen, weet je wel? Want door die straatremixes zag Ali ook, oké, hij is goede dingen aan het doen daar, snap je? Hij is aan het ontwikkelen, er gebeurt wat, weet je wel? En de ontwikkeling die hij daar heeft gemaakt, heeft hem wel sterker gemaakt voor zijn toekomst. Iedereen denk ik trouwens, hè? Ja. En dat proces toen de tijd was natuurlijk heel anders dan hoe artiesten nu iets creëren. Of nou helemaal... ja, kijk, het grote verschil was, de producers waren gewoon nep. De kwaliteit van producties was gewoon, er was wel kwaliteit, maar die was heel duur. Ja. Dus die was voorbehouden aan de sterren van toen, van Postman, Extince, Def Rhymes, Brainpower. Die hadden de dure studio's en de dure producers. En die waren op dat moment ook niet echt happig om voor ons de deur op een kier te laten. Dat zeg ik je wel, die zaten echt niet op ons te wachten hoor. Zoals je zeg maar als oudere generatie zit je nooit te wachten op de jonge honden die voor de helft van de prijs een betere show neerzetten. Snap je? Dat was gewoon het ding. Dus wij moesten wel aan de slag. En de studio was zo groot als dit tapijt hier. Gewoon een halve garagebox. En er was één bank, twee stoelen. En sommige avonden zaten we gewoon met z'n 12 erin. En blowen tegelijk. En iedereen koptelefoon op. En als iemand aan het rappen was, nou ja, als jij je verslikte in je joint, cool. Maar alweer als je ging hoesten, je kon niet gaan hoesten tijdens dat iemand aan het tapen was. Dan kreeg je gewoon een pakje daarna van de rest. Dat is hoe het ging. En het feit dat we zo met elkaar op zo'n kleine ruimte zaten, je moest het ook goed doen. Je wilde ook niet 6 keer tapen als 12 gasten op de bank om je heen zaten te puffen. Dat schoot ook niet op. En omdat we gewoon een gebrek hadden aan dope beats, pikten we gewoon beats en rapten we ze vol. Dat was ook wel een proces. Welke beat gaan we wel nemen, welke niet, weet je wel. Dat was wel een soort ding. En waar gaan we het over hebben? En vaak was het van degene die als eerste in de studio kwam, die begon gewoon te tapen. En werd er gewoon bijgetaped. En als shit dope was, bleef het erop staan. En als het niet dope genoeg was, werd je eraf geknikkerd. En dat is gewoon bij ons in de studio nog steeds zo. Als het niet dope is, ga ik je gewoon vertellen waarom het niet dope is. En dan succes met de volgende plaat. Kijk, het is ook een feit. Je moet ook gewoon heel veel liedjes maken, wil er een hit tussen zitten. Ja. Je kan niet verwachten dat je 10 liedjes maakt en dat er 5 hits tussen zitten. Dan moet je, voor 2 hits moet je ook 200 flops gemaakt hebben, bij wijze van spreken. Het is gewoon, uiteindelijk zitten de juwelen zitten in de massa. Ja. En hoeveel nummers had je gemaakt voor Supervisie dan? Voordat het uitkwam natuurlijk. Nou, ik denk dat we 2 jaar lang hebben gedemo'd, zeg maar. Maar dat kon ook, want we waren niemand. Ja, niemand wist wie we waren. Niemand was aan het wachten ook op jullie of zo. Ja. Er zat letterlijk niemand op te wachten. Niet eens onze vrienden en familie zaten te wachten op wat we aan het doen waren. Dat was geen sprake van. Maar de rust die je dan hebt, ik zeg ook altijd als jonge artiesten, zolang je bij je ouders woont en je bent cool met je vader en je moeder en zij betalen het eten wat je vreet en ze wassen je kleren en je bed is schoon en je kan gewoon thuiskomen wanneer je wil. Dat op zich al is een investering die hun maken in jouw leven, zodat jij je dingen kan doen. Het is een perfecte tijd om te ondernemen. Dus ik zeg altijd, zolang je bij je moeder woont, neem het ervan. Maar heb respect voor ze, want weet je, zij zijn degene die betalen. En dat ga je merken als je zelf betaalt, dan heb je wel respect voor degene met de portemonnee. Weet je? En je ouders doen ook hun best. Weet je, dat is gewoon zo. En support heb je vanaf dag 1 al gehad, toch? Nou, kijk, mijn vader was geen voetbalfan. Dus hij ging niet met me mee naar voetbal. Heb ik hem wel eens kwalijk genomen. Ik zei, pa, hè, alle ouders gaan mee en ik sta er maar... Daar kan je bitter over zijn. Ja. Maar mijn vader was er wel altijd. Ja. Mijn vader heeft me leren koken en hij heeft me leren handelen en hij heeft me leren wandelen. Hij ging alleen niet mee naar voetbal. Maar hij heeft wel 5 keer een studio met me getimmerd. Dus ik had gewoon een hele supportive familie. En als mensen over de vloer kwamen bij ons, mijn moeder ging altijd gewoon thee maken en broodjes voor iedereen, weet je. Ook als wij er niet waren, weet je. Ik zat laatst met Negative erover te praten, hij stond tegen me van... Ik kan me nog goed herinneren, kwam ik in mijn eentje in de studio en jullie waren er allemaal nog niet, werk of nog op school of wat dan ook. En dan zat ik een paar uur in de studio, kwam je moeder eten voor me brengen, dit en dat. En dat waren mooie tijden. Dus zo, ja, dat is master. Ja. Dat is mooi, weet je. Ja. Vind ik ook nog steeds tof dat mijn moeder bij hem zo diep erin zit. En ze zorgde altijd gewoon voor iedereen. En dat was, ja, bij ons thuis was gewoon een beetje de zoete inval. En iedereen was ook welkom en er kon gewoon muziek gemaakt worden. En dat is gewoon prettig. Dat gewoon kon bij ons. En dat is de, ja. Dus de support was dat daar. Dat heeft me geen windeieren gelegd. Nee, dat... Dus het is niet alleen de financiën die strijd moeten zijn, maar je moet ook inderdaad mensen om je heen hebben die gewoon denken, ja, dit is tof en we supporten het. Dat was fijn. Hoe is de band nu met iedereen die een onderdeel is geweest van de straatremixes? Want er komt een documentaire aan, als ik me niet vergis. We zijn met iets bezig. Lastig project. Ik zeg het er meteen bij. Het is een lastig project. Nou, er zijn een aantal mensen en
ja, die niet meer met elkaar door één deur kunnen. Ja. Oh ja, toch. En dat zijn verschillende dingen onderling zijn daar gebeurd. Tijdens, voor, na. In de loop der jaren. Daar heb je natuurlijk ook wel iets mee te maken, toch? Ik ben zeker niet onschuldig. Nee, maar dan bedoel ik met name met Bart dan, in dit geval. Zeker. En ook daar, weet je, waar twee vechten hebben, de twee schuld. Maar inmiddels zijn we allemaal oude mannen. Dus ik denk dat er langzaamaan een sfeer komt waarin we... Kijk, ik heb gezegd, ik wil me verdiepen in die docu. Dat kost veel tijd om te maken, dus dan moet je ook... Ik moet daar tijd voor maken, ik moet daar ook geld voor vrijmaken. Als ik ergens tijd in ga spenderen en het levert geen geld op, dan wordt het op een gegeven moment een probleem. Snap je? Ja, dat is een last. Dus ik moet gewoon checken hoe ik dat ga doen. Maar ik heb gezegd, ik wil het alleen maar doen als iedereen zijn verhaal doet. Ja. En of jij nou zegt dat je het fantastisch vond en jij zegt dat je het super kut vond, jij zegt dat je me haat en het maakt allemaal niet uit. Maar iedereen moet, want het is niet alleen mijn ding. Het is ook niet alleen NBA's ding. Het is alleen een ding geworden omdat we allemaal een klein stukje op die tafel hebben gezet. Ja. En dat maakte het een grote taart, zeg maar. Ja. Maar ja, alle bakkers van die taart, kijk, er zijn een paar mensen, verwaarloosbaar wil ik niet zeggen, maar dat is op te lossen. Ja. Maar de main characters moet je gewoon aan het woord hebben. Dat is gewoon... Weet je, als we niet alle groepjes hebben op beeld, is geen ramp. Maar we moeten zeker wel alle vocalisten van die drie cd's moeten we hebben. En deel 2 vond ik het beste deel van die straatremix. En deel 3, daar zag je eigenlijk dat Bart en ik zo druk bezig waren met het tweede album. Dat is eigenlijk gewoon een cd van Negative in the Opposite. Mm. Daar sta ik ook, ik sta misschien met 1 of 1,5 liedje sta ik erop. Dus daar zie je ook al hoe daar intern de wind veranderde. En dat toen die jongens dachten, ja oké, fuck it, wij gaan nu gewoon deel 3 maken. En Frans en Bart kijken ze wat ze doen. Ja, en toch? Dat was ook goed, zeg maar. Weet je? Dat was ook moet ook gewoon kunnen, ja. Dat was ook het organische van het project. En na deel 3... Ja, weet je, je had zoveel talent bij elkaar. En het was nooit mijn idee geweest om een hele grote groep rappers te gaan managen. Snap je? Dat is nooit mijn insteek. Ik wilde altijd wel werken met mensen in de studio. Maar ik kan niet mijn eigen manager zijn en nog de manager zijn van 6 artiesten. Want als ik voor jou iets doe, dan bellen 5 mensen op. Waarom heb je dat wel dat gedaan? En voor mij, ja, is een rol die je echt moet willen spelen. Mm. En ik heb het een tijdje met Jan Braaf hebben we dat geprobeerd te doen. Dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment krijg je toch dat als het met de een harder gaat dan de ander. En ik heb altijd gezegd, luister, dat je niet gek vinden dat het nu met ons hard gaat. Wij hadden dat album al af voordat we aan die tapes begonnen. Ik heb altijd een situatie gecreëerd waarin iedereen aan zijn shit kon werken. Ja. En de een heeft daar fanatieker gebruik van gemaakt dan de ander. Weet je, toen de opposites weggingen bij Mastermind, hadden ze een half album af. Toen ze vervolgens tekenden, hoefden ze nog 3-4 liedjes op te nemen volgens mij en konden ze uitkomen. Huiswerk gemaakt, dan zit je zonder stress in de klas. Dat is een beetje het ding. Ja. En mensen die zaten zonder werk, daar werd het lastiger voor. En de een ging naar een ander team en weet je, Jesse ging naar Spek en dat was prima. En die had ook vrij snel een album af, maar Nega duurde wat langer. En die heeft daar, dat was voor hem dan, is het wel echt een kutsituatie geweest. Daar hebben we het laatst over gehad en dat heb ik ook wel. Ik heb dat, ja, het is lang geleden geweest dat ik me in zijn schoenen heb verplaatst in die tijd, weet je. Aan de andere kant heb ik geprobeerd uit te leggen dat het voor ons onmogelijk was om een muzikaal album te gaan maken daar in die studio met die sfeer, weet je wel. Ja. Wij wilden gewoon ook met muzikanten werken en wij moesten naar een andere plek. Anders hadden we nooit de sound kunnen bereiken van ons tweede album. En het tweede lange Franse Baas B album moest wel een verlengde worden van het eerste album. Dat moet beter worden en dat moet meer in de buurt komen van wat wij willen maken. Dus dat, ik hoop dat hij dat dan ook heeft begrepen. Weet je. Maar goed, het is allemaal achteraf. Ja. En nu, ja, ik ga ook niet, ik denk ook niet dat ik als een soort van Dalai Lama overal maar doorheen kan. En dat ik zeg, oh, we gaan allemaal weer knuffelen en vrienden worden. Dat verwacht ik ook helemaal niet, weet je. Maar het moet gewoon voor alle fans van toen, moet er wel iets zijn. Want er is weinig. Weet je, we hadden wat merchandise en die liedjes die vliegen rond, maar en sommige mensen hebben nog een cd. Als je de cd hebt, bewaar hem, want dat wordt geld waard. Weet je, het is limited edition, er komen er nooit meer, alleen maar minder. Dus ja, ik denk dat je er wel wat mee kan. Maar nogmaals, ik wil het alleen maar doen als het voor iedereen net zo goed voelt. Weet je. Maar zijn de strijdbijlen eigenlijk wel een beetje al begraven of zijn er echt nog... Ik kan niet in iedereen zijn strijdbijlenkast kijken. Ja, ja. Ik weet hoe ik me nu voel. Weet je, ik sta lekker in het leven. Ik leef gezond. Ik slaap goed. Ik heb werk. Ik ben hartstikke gelukkig. Dus dan is het makkelijker om met iemand rond de tafel te gaan en te zeggen, weet je wat, zand erover.
Maar als je, ja, ik weet, ik kan niet precies in iedereen zijn shit kijken, weet je. En het, ik moet het allemaal, ik denk een kwestie van tijd is, weet je. Ja. Laat mensen gewoon in hun eigen tempo hun dingen oplossen. Ik ga daar niet op lopen fucken. En ik hoop dat die documentaire en de interviews met iedereen en het ophalen van die herinneringen, dat voor iedereen een soort van, afsluitende werking kan hebben, weet je. Dat we het gewoon mooi punt achter kunnen zetten. Dat zou fijn zijn. Dat is mijn grootste doel. Weet je, en dat bijvoorbeeld dat iedereen naar zijn kinderen kan laten zien, zeggen, ja, kijk, een halve eeuw geleden. Dat was opa. Dat is gewoon mooi. Voor later, weet je. Is tof, niet eens voor nu, tof, maar gewoon voor later. Is tof. En die documentaire is gaan leven omdat mijn moeder ging verhuizen en waar allemaal rotzooibaren op zolder staan. Zoals je altijd, iedereen heeft rotzooi bij zijn moeder op zolder staan. Dat is gewoon hoe het werkt. Zie je haar lachen. Ja, ik denk, ja, inderdaad. Ja. Ik beloof al jaren dat ik het gewoon verhuizen. Ja, maar nee. En ze had een doos met 200 van die dv-bandjes waar je vroeger voor in die camera's. Dus we hebben heel veel shit gefilmd, maar er is nooit wat van uitgekomen. We zeiden altijd dat we dvd's gingen maken, maar dat hebben we gewoon nooit gedaan. Dus we hadden 200 van die bandjes, maar goed, dan moet je digitaliseren, uitzoeken. Je moet al die bandjes gaan kijken, dus je hebt 200 uur video. Dat moet je met een paar mensen gaan kijken om te kijken waar de juweeltjes zitten, zeg maar. Je moet het ook kijken met iemand die weet wie al die mensen zijn. Want ik weet wie alle tourmanagers waren. Weet je, alle mensen eromheen en shit, weet je. Je moet wel een, ja. Dus dat, het is gewoon een monnikenwerk. Ja. En ik denk, als je er met een man of 3-4 aan gaat zitten, dan ben je zeker, ja, ik denk 4 hele maanden, ben je echt wel bezig. Dus het is een derde van het jaar, weet je. En dat is, het is een flink project. Maar, vroeg of laat, is ook dit flinke project af. Ja. We kijken ernaar uit. Dank, ja, ik ga jullie straks de trailer laten zien. En oh, dan dat is master. Kon ik alvast druk. Ja. Maar je zegt net, ik ben nu gelukkig, ik leef goed, ik slaap goed. Ik ben altijd gelukkig geweest hoor, daar niet van. Ja. Maar ik heb wel mindere periodes gehad, ja. Toch. Nou, kijk, in een notendop, ik zal je de korte variant geven. Baas B hield ermee op, die kon niet meer, die wilde niet meer optreden. Zijn hart was gebroken door een vrouw. Als je daar als man wel eens goed last van hebt gehad, dan weet je dat dat ook, dat kan andere dingen lam leggen. Dat hakte wel. We hadden net een dure studio gebouwd. En het moment dat het eigenlijk daar allemaal moest gaan lopen, hield hij ermee op. En hij was natuurlijk het muzikale brein in het hele gebeuren. En hij moest de producers gaan aansturen en de projecten gaan begeleiden. En van de een op de andere dag zat ik in die hele mooie studio's, in mijn eentje. En in je eentje in de studio is best wel eenzaam. Je kan wel wat, maar het was too much, weet je wel. En toen kwam ik in de situatie terecht dat ik had nog wel boekingen, maar ik kon natuurlijk niet meer vragen wat Lange Frans en Baas B vroegen. Ja. Je kan niet meer de hoofdprijs vragen als de helft van de ECMA komt. Dat is een beetje raar, ja. Dat is een beetje raar. Ik zat ook met allemaal liedjes waar ik maar de helft van kon zingen. Dus ik kon sommige liedjes wel helemaal doen, maar ik zat gewoon in een lastige periode. Ik had wat tv-werk gedaan. Het hield ook een beetje op. Tegelijkertijd moest ik een album gaan maken. Ik tekende een deal met Topnotch, maar voordat het album er was, was ik 2 jaar verder. Dus eigenlijk in die periode van tussen 2008 en 2011 moest ik gewoon heel hard werken, terwijl ik eigenlijk dat level al voorbij was. Weet je? Als het schip gewoon was blijven varen hoe het was gegaan, dan was het anders gegaan. Wellicht, maar goed. Maakt allemaal geen reet uit. Dus ik moest wat harder weer gaan werken. Meer shows voor minder geld. Ook op andere plekken, weet je. Dus ik was vaak vrijdagnacht, weet je, dat je om 3 uur nog de vierde had, weet je. Dus toen ging ik meer drinken, ik ging snuiven erbij, om gewoon op de been te blijven, om die nachten te redden. Nou, kinderen, alcohol en cocaïne is niet je vriend. Dat is de slechte combinatie ever. Nou ja, kijk. Ik ben natuurlijk een herstellende verslaafde, zo moet je dat noemen als je eerlijk bent tegen jezelf. Vind je dat niet heel confronterend als je het zo zegt? Je kan het confronterend vinden, maar het is de waarheid. En als je het niet tegen jezelf zegt, dan gaat het ander het wel over je zeggen. Ja. Ik weet wie ik ben. Ik weet dat ik gevoelig ben voor bepaalde dingen. Ik ben in de eerste plaats, ik ben ook verslaafd aan mooie vrouwen en ik ben ook verslaafd aan muziek maken. En dat zijn vrij positieve, gezonde verslavingen, vind ik zelf. Ik ben gepassioneerd over shit, maar je kan ook ergens in doordraaien. En drank is gewoon, bleek mijn vijand. Weet je, dat is gewoon iets wat ik niet moet doen. Wanneer had je dat door? Dat je dacht, oké, nu gaat het wel echt net iets te ver volgens mij. Ja, nou ja. Ik weet niet wat het precieze moment was. Ik weet wel wat voor mezelf het precieze moment was, maar ik ben daar niet zo delerig over.
is me laatst ook gevraagd in het tv-programma. Heb ik ook heel lang om de hete brei heen gedraaid. Dat ga ik nu ook proberen te doen. Ja, we gaan er gewoon niet op in. Ja. Dat is, kijk, je weet het voor jezelf. Maar het mooie was, op een gegeven moment kwam ik, deed ik het tv-programma De Zomer Voorbij. Moesten invallen voor alle Volendammers. En Giel, hij had eigenlijk Giel, maar Thomas Bergen, Hollandse zanger, die was er ook bij en wij presenteerden het samen. En hij heeft dezelfde problematiek gekend als ik met drinken en met drugs. En we waren s'avonds aan het feesten en hij was gewoon net zo hard aan het meefeesten met iedereen, alleen hij dronk geen druppel. Dus toen zag ik voor het eerst van heel dichtbij, oké, wacht even, dit is iemand die dezelfde kilometer stand heeft als ik. Die ook al deze gekke hobby's en passies heeft meegemaakt. En die op dit moment op een punt is. Die dat gewoon dus zo sterk is geworden met het trainen van zijn wilskracht. Dat hij dat niet meer hoeft te doen. Om gewoon normaal te kunnen functioneren in een groep. En gezellig te kunnen zijn. En toen ging bij mij het luikje open van oké, ik moet van deze man gaan leren. En toen ben ik bij hem in de leer gegaan. En toen heeft hij me laten zien hoe hij het heeft gedaan. En daarvan heb ik mijn plan en conclusie getrokken. En is het mij ook gelukt. En inmiddels drink ik al 2,5 jaar niet meer. En daarmee is de drugs ook gestopt automatisch. Ja, ja. Want toen bij mij kwam cocaïne altijd pas na drinken. Ik ken weinig mensen die, nou ja, ze zijn er wel. Maar ik was niet iemand die op een nuchtere maag op maandagochtend al kon gaan zitten snuiven. Dat was niet mijn ding. Dus alcohol was altijd een ding. Dus als je dan alcohol uit die rits weghaalt, dan kom je ook niet meer bij dat punt terecht. Dat is, ja, dat is die fire starter toch? Altijd, dat is hem. En ik vind geen ramp. Ik blow nog wel hoor, de hele dag door. Daar ben ik ook heel eerlijk over. Dat doe ik ook al heel lang. Blowen vind ik fijn. Ik rook hash. En daar ben ik ook gepassioneerd over en goed in. Maar ja, dat doe ik al sinds ik 15, 16 ben. Dus ja. Ik heb dat nooit als onderdeel gezien van het probleem. Van zeg het maar. Probleem, ja. Weet je. Dat is gewoon, het is net als ademen voor mij, zeg maar. En ik ben ook een actieve blower. Ik kan een joint roken en gewoon in de studio mijn shit doen die ik moet doen. Weet je dan gewoon werken zonder dat het invloed heeft. En ik rook geen wiet. Ja. Hè. Wiet is vooral, weet je, die Nederlandse wiet. Je moet je voorstellen, dat heeft niet heel veel meer met een plant te maken. Weet je. Dat is niet echt een plant die op godsgroene aarde groeit. Het is iets wat komt op, weet je, op rockwool, op zolderkamers. En er wordt zand bijgegooid om 900 gram een kilo te maken, weet je. En ik heb het nostalgische idee dat zeg maar de hashvelden in Marokko, dat daar geen vliegtuigen met rotzooi overheen gaan. En dat het allemaal iets wat ambachtelijker wordt geproduceerd. En, maar goed, misschien is dat ook maar iets, een utopie die ik mezelf voorhoud. Ja, I don't know. Mm. Ik rook hash. I love it. Maar ik drink geen alcohol. Ja. Nee. En dat besefmoment kwam. Ja. Heb je dan ook heel veel mensen uit je omgeving, laat ik het zo noemen, giftige mensen uit je omgeving gegooid? Dat is een goede vraag, want dat is wel iets wat je moet doen in een herstelproces. De mensen uit mijn directe omgeving, ik heb het heel goed verborgen voor hun. En cocaïne is ook iets wat je vrij sneaky kan doen. Kijk, de dagen daarna ben je altijd verkouden en heb je een loopneus. En dan, hè. Maar dan kan je altijd een smoes voor verzinnen. Ah, hooikoorts. Weet je. Ja. Dat is waar ik elkaar zeg. Oh, ja. Dus die hadden dat. Ik kon dat redelijk goed verborgen houden, zeg maar. Maar het effect wat het heeft op je is dat je toch de dagen daarna zit je niet lekker in je vel. Je bent wat kort af tegen mensen. En daar wilde ik wel ook voor. Sorry, ik begon te praten, maar ik vergeet je vraag ondertussen. Ja, over je omgeving dus. Oh ja. Ja. Maar tuurlijk, er waren zeker wel een aantal mensen die ik al 2,5 jaar niet heb gezien. Ja. En af en toe bellen ze. Ja, en dan zeg ik ook, ja luister, zolang jij doet wat jij doet, kan ik niet bij jou in de buurt zijn. Ik heb wel meegemaakt hoor, dat later ook wel mensen bijvoorbeeld niet wisten van mij. En ik maak er ook geen. In het begin vond ik het wel lastig hoor. Echt maar, je bent toch vaak backstage, mensen vragen wat je wilt drinken. Ik heb de drank van de rider af laten halen. Je bent toch altijd in de horeca aan het werk. Dus je kan ook mensen niet kwalijk nemen dat er wordt gedronken. Nou ja, dat is goed bedoeld. Maar dat natuurlijk was gewoon een kwestie van winnen. En als je eenmaal tegen iedereen één keer hebt gezegd dat je thee en water wil, dan komen ze de volgende keer ook niet meer aan met 22 bako. Zo gaat het ook gewoon. Het is een kwestie van één keer zeggen en dan klaar. Dan gaan ze niet meer aanbieden natuurlijk, ja. En als mensen heel erg gaan doorfucken, eentje pik, eentje. Doe even gezellig. Dan gaan we een rondje lopen. Nee, gewoon deze, die fermen. Ja. Ja. Die stevige toch? Ja, stevige. Ja. Zo van, ik wil dat je voelt dat elk woord wat ik nu zeg gemeend is. Dan gaan we een rondje lopen. Zeg, luister, als ik dit echt nu moet gaan doen, dan kunnen we op een punt komen waar ik niet wil komen. Mm. Als jij mij naar dat punt brengt nu, dan moet je ook met me mee naar de diepgang. Exact, juist. Als je mensen dat uitlegt, dan zijn ze snel stil.
En dan begrijpen ze het. Want verslaafd zijn is gewoon een ziekte. En als iemand ziek is, hij heeft gewoon een bult in zijn nek. Je ziet hem op straat lopen. Hé, dit is Joopie met zijn bult. Ja, je kent hem allemaal, ja, want het is Joop met zijn bult. Maar als iemand een verslaving heeft, of een angst, of een stoornis, of wat dan ook, dan kan je dat soms aan de buitenkant gewoon niet zien. Maar als je leert over hoe het werkt, dan kan je er makkelijker over nadenken. Dan kan je het beter herkennen voor wat het is. Weet je? En dan ga je ook nadenken waarom dan en hè, dit en dat. En je gaat andere dingen leren of herleren, dat het ook zonder kan. Want als je gaat nadenken, kijk, toen we kleine kinderen waren, hadden we de fantasie en kon je urenlang spelen zonder speelgoed. En als je de juiste mensen om je heen had, kon je plezier maken zonder dat je veel nodig had. Weet je? Waarom hebben we als volwassen mensen dan in godsnaam wel allerlei dingen nodig om ons weer als kind te kunnen voelen? Daar moet je gewoon over na gaan denken. En ik ben nog steeds een idioot. Dus ik kan mezelf nog steeds zo voelen als dat ik... Ik denk dat dat belangrijk is om, weet je, hoe oud en volwassen en verantwoordelijk je ook denkt te moeten worden in deze motherfucker. Het is belangrijk om ook wel gewoon jezelf te blijven. Ja, gewoon bij jezelf blijven, bewust zijn van wie je bent. Ain't no shame in the game. Ik vind Verstoppertje nog steeds het beste spel wat er ooit is uitgevonden. Daar ben ik heel eerlijk over. En de betoverde Dolof. Ik vind poker ook leuk en tafeltennis. Maar ja, ik vind ook als je 38 bent, moet je zeker nog een paar keer per jaar Verstoppertje kunnen mogen spelen. Weet je? Facts. Wees gek. Don't grow up. It's a trap. Ik durf te wedden dat jullie hier zeker s'nachts wel eens een keer Verstoppertje hebben gespeeld. Je weet waar ik mezelf heb gestopt. Master. Verslaving. Had het te maken ook met het feit dat Baas B stopte, dat je alleen in de studio was, succes van Supervisie en daarna niet meer? Of? Nou ja, het tweede album was ook nog heel succesvol, daar stond Het Land van op. Dat was een monster. Ja. En het derde album heeft ook prima verkocht, weet je. Het duurde wat lang, maar het was een heel goed album. Daar ben ik nooit ontevreden over geweest. Ik heb Bart ook nooit ik heb hem ook altijd een goede muzikant gevonden. En als iemand me iets vroeg over, kon ik wel iets lulligs over hem zeggen, maar over de prestaties van hem als artiest en als mens kan ik nooit iets vervelends zeggen. Maar goed, inderdaad, ik weet niet of dat bewust is geweest of onbewust. Misschien is het een combinatie geweest van, zeg maar, dat verlies. En de combinatie van de lange nachten van donderdag tot zondag, weet je, achter elkaar door. En weinig rust, slecht eten. Als je eenmaal in die cirkel zit, dan is het ook moeilijk om er weer uit te breken. Om wel weer gezond te gaan leven. Weet je, dit is niet moeilijk. Gezond eten en een beetje sporten en gewoon op tijd naar bed gaan. Omdat, kijk, als je 3 uurtjes slaapt, dan weet je hoe je de volgende dag voelt. Je kan je shit wel doen, maar het gaat toch niet van harte. Ja. Als je gewoon lekker 7-8 uurtjes hebt geslapen, dan ben je fris en dan kan je alles aan en dan sta je gewoon anders in het leven. Dus ja. Onbewust heeft het misschien meegespeeld. Onbewust heeft het er zeker wat mee te maken gehad. Maar bewust en hardop zal ik het altijd tot de dag van vandaag ontkennen. Ja, dus na die diepe dalen heb je natuurlijk weer je re-up gehad. En in hoeverre is je vrouw daarin bepalend geweest? Nou, kijk, Danielle is mijn beste vriend. En dat was ze al vrij snel toen we elkaar ontmoetten. En een jaar nadat we elkaar ontmoetten, zijn we getrouwd. En een paar maanden later, nadat we trouwden, hebben we ons eerste kind gekregen. En nu zijn we 2 jaar gescheiden. En ze is nog steeds mijn beste gabber. Dus dat is gewoon goed. En kijk, zij is, ze is niet dom. Heeft ook, had al veel meegemaakt en heeft ook veel dingen gedaan op verschillende vlakken. Zij zat in de topsport. Dus ook in topsport heb je management en ook in topsport heb je promotie. En een sporter is ook een soort van artiest. Die moet presteren op piekmomenten en moet ook. Heeft veel overlappingen met elkaar. Heel veel overlappingen. Dus ik heb superveel van haar geleerd. Hoe ik dingen wel moest doen en niet moest doen. En af en toe vond ik ook wel dat, weet je, we zijn nooit over alles eens. Je zou toch maar eens zijn met iemand altijd. Dat is ook, niet leuk, toch? Ik hoop dat zij ook wel wat van mij heeft geleerd, weet je. Ja, dat is wat ik zeg, weet je. Ze is nog steeds mijn beste vriend. We hebben samen 2 kinderen en ik probeer haar te helpen. Als zij iets doet waarvan ik denk, nou, zou je dat nou wel doen? Dan zeg ik dat ook gewoon. Zou je dat nou wel doen? En zou je niet misschien dit of dat? En dat zegt zij ook tegen mij. En we wonen niet samen. En we zijn ook niet samen op dit moment. Maar ik heb de sleutel van haar huis en zij heeft de sleutel van mijn huis. Weet je. We zijn echt gewoon een goede relatie. It's all good. Yeah.
En als ik een probleem heb, dan is het toch vaak, of ik twijfel ergens over, moet ik dit wel doen of dit doen, moet ik dat programma wel doen, moeten we deze track op die plaats zetten. En dan is zij wel vaak de eerste die ik bel om dat te overleggen. Ja, even sparen. Ja, dus het is altijd fijn. En ja goed, iedereen die een beste vriend heeft, die weet, en als je beste vriend ook nog eens echt je maatje en je lover is geweest, en ook nog eens als je daar samen twee prachtige kinderen mee hebt, dat is top. Had ook anders kunnen zijn dat ze mijn beste vriend was geweest en dat ik met iemand anders twee kinderen had gehad met wie je niet door één deur kon. Dat is voor kinderen ook niet tof, weet je. Als je vader en moeder altijd slecht over elkaar aan het praten zijn, is fucked up. Weet je, je moet dan als kind in je hoofd altijd een partij kiezen. Snap je? Het is niet dat wij nooit nare dingen over elkaar zeggen, maar dat zeggen we wel waar we bij zijn en waar de kinderen ook bij zijn. Snap je? Dan is het gewoon niet achter elkaar terug om in ieder geval. Nee, gewoon een beetje sfeer op. Daar heb je het meest aan. Ja. En ja, dat is fijn. En ja, ik hoop gewoon dat we altijd goede vrienden kunnen blijven. En kijk, in elkaars leven zullen we altijd zijn. Want van de zwemdiploma's naar de schooldiploma's naar de trouwen van de kinderen. Dus niet als, we gaan echt niet zeggen, nou, ga jij wel, dan ga ik niet. Nee, we gaan alle twee. Ja. Wat haar situatie ook mogen worden en wat mijn situatie ook mogen worden. Ja, veel te oud voor dat soort omgaan natuurlijk. Dat is, is voor de kids gewoon. Nummer 100%. 1 is nummer 1. Ja, ja. En dat is gewoon hoe het is. En dat zal nummer 2 moeten accepteren en realiseren. Of de nummers 2. Of de 22, nummer 2, whatever. Ze zullen moeten accepteren dat wij gewoon een bijzonder ding met elkaar hebben. En dat zal degene, ja, dat is, je moet dat accepteren. Ik accepteer het ook. Ja, nice. Lange Frans. Verleden hebben we gehad, maar nog steeds ben je bezig op, als ik het goed zeg, 42-jarige leeftijd? Nee, 38. 38. Hoe kom ik bij 42 ook? Anyways, 38. Ja. We zien je op tv. Ja. Worden ze nu en dan nog een nummer van je? Ja. Hoe hou jij jezelf... Hoe ben je nog steeds zo aanwezig? Wat geef je aan andere artiesten mee om zo lang in de game te blijven en zo relevant te blijven voor? Eerst daarvoor, hoe stel jij je eigenlijk voor? Stel je voor, je komt even een netwerkborreltje bij RTL of whatever. Doe ik niet, ik ga niet. Later. Ik ben Frans. Nee, luister, later. Ik heb dat wel gedaan. Kijk, yeah. ik wil altijd met iedereen praten. Ja, dan ben ik ook echt benieuwd hoe je dat zou doen. Nee, ik ben gewoon Frans. En u kent me wellicht als lange Frans. Kijk. Als mensen moeilijk gaan doen in de telefoon en ze weten niet wie ik ben, dan drop ik hem wel. Ja. Als ik weet dat het makkelijker gaat, of ik kan er wat mee aandikken bijvoorbeeld, weet je, ja, dan doe ik het wel. Bijvoorbeeld laatst kwamen we een huis tegen dat de koop stond waarvan we dachten, tering, dat is een mooie locatie voor de clip. Is wel een dingetje. Dus wij bellen de makelaar op en nou, praten met ze. Ja, ik denk niet dat die mensen er zin in hebben, dit en dat. Dus maar eerst praat je gewoon vanuit de rol van, ik ben de producent van de videoclip. Ja. Ja. En in de laatste 30 seconden van ons telefoongesprek drop ik het toch maar even in. Ja, het is voor Lange Frans, misschien leuk om erbij te zijn. Dan kan hij dat melden. Als die mensen dan mij tof vinden, dan gaat die deur misschien wel ja, open. Precies. Ja. Of ze vinden me helemaal kut. En ze zeggen, dat kan natuurlijk ook. Je weet het niet. Dus maar je laatste joker. Nee, kijk, en met netwerk en zo. Ik ken fucking veel mensen. Iedereen die ik wil spreken, die krijg ik te spreken. Als ik iemand niet ken, dan ga ik iemand vinden die jou wel kent. En die gaat je nummer geven. En dan bel ik je gewoon op maandagochtend 8:30. Ja. Hallo, ben je wakker? Ik heb wat. Je moet even naar me luisteren. Ja, nee, dat is mijn stijl. Ja. Dat is hoe ik werk. En kijk, ik hou van muziek maken. En dat is hoe ik in de game ben gekomen. En dat is wat ik altijd ben blijven doen. Dus de enige constante in mijn leven is dat ik altijd muziek maak en heb gemaakt en altijd zal blijven maken. Dus dat is wat Nipsey ook zei, je moet double down. Als je ergens succesvol mee bent, dat is ook, Bart en ik gingen ook domme dingen doen. Op een gegeven moment dachten we gaan een kledingmerk doen. Maar als je erover na gaat denken, ik ben geen modieuze jongen. Goek maar. Snap je, ik kom gewoon als een andere straatsoldaat. Het liefst heb ik de hele dag dit aan. Als ik op het podium geen mooie kleren aan hoefde, dan zou ik gewoon dit aan hebben. Ik kan het niet maken om zo op het podium te gaan staan, op de meeste van mijn optredens. Maar in essentie is dit wie ik ben. Maar goed, wij dachten dat we met z'n tweeën kleding konden gaan doen. Want management had goede ideeën en daar kon je op cashen, dit en dat. Maar wat je niet moet vergeten is dat een collectie kleding maken kost 3 ton in voorbereiding. Dan in productie nemen kost ook weer een paar ton. Distributie, laat ik zeggen, voor één seizoen in 40 winkels in Nederland liggen, ben je zo 500.000 verder. Als het allemaal verkocht wordt, leuk. Mooi. Top. Maar als dat niet gebeurt, zit je met ga je never geld hebben om een tweede seizoen te maken. Dus op een gegeven moment zaten we 1,5 ton erin. En ik zei, jongens, laten we kappen. We kunnen nu nog gewoon pull-out, weet je. Het is als poker. Je zit te ver in de hand. Mm-hmm. Je weet dat je hem niet gaat pakken. En je weet dat diegene die tegenover zit te spelen, weet dat jij hem niet gaat pakken. Want hij gaat hem pakken. Dus je kan blijven zetten en zetten en zetten. Maar het is een bodemloze punt. Ja. Dus, maar... Het,
Kijk, ik kijk daar alleen maar op terug met een grote glimlach. In de zin van, elke weg die fucked up is geweest, is alleen maar een weg waarvan je weet, oké, daar hoeven we niet meer naartoe. Check, weet je. En dat brengt je dichter in de buurt waar je wel moet zijn. Dus ik ga nooit meer dingen doen die niet goed bij mij voelen. Kijk, ik weet bijvoorbeeld, Kanye wilde Into the Kleren. En die is gewoon gaan checken hoe een naaimachine werkte. Ik weet dat Visefur van de jeugd van tegenwoordig ook kleding maakt. Maar dat is echt ook echt een passie van hem. Ik heb beelden van hem gezien dat hij gewoon eigen leren jassen aan het stikken is. Met zo'n fucking heftige naaimachine. Voor de shows van de jeugd ook. Ja. Kijk, het is keihard. Als je er zo gepassioneerd bent. Maar ik heb nooit een fuck gegeven over om kleding. Dus dan moet ik ook niet gaan verwachten dat ik het kan gaan verkopen. Ja. Dat, ik vind dat, dat was voor mij. En dus ik zeg zeker, als er mensen zijn die dezelfde idee hebben en die wel heel gepassioneerd zijn over hun mode en hun voorkomen. Do you. Do you. Ik wens je alle succes. Ik heb ervaren dat het moeilijk was en geldrovend. Maar goed. Weet je, dat zijn... wijze lessen die je hebt geleerd in de loop der tijd. Het zijn gewoon lessen. Maar ik denk dat het belangrijk is om te doen wat je goed doet. En wat ik goed kan doen is raps schrijven. Ja. En als ik er niet te veel emotionele binding mee heb, kan ik ze ook snel schrijven. Dus ik doe ook maatwerk. Weet je, als je zo'n trouwerij is, kan ik een mooi liedje schrijven over het bruidspaar. Whoever het bruidspaar is. Als ik genoeg anekdotes krijg van hun familie, dan kan ik een rap maken. En dan doe ik dan op zij gelooft in mij. En dan, en dan is het goed. Weet je? En dat is iets. Ali doet het, maar die vraagt er heel veel geld voor. En er zijn een aantal rappers die het doen, maar niet iedereen doet het. En blijkbaar zijn mensen er bang voor of zo, vinden ze het niet tof om te doen. Maar ja, ik vind het. Ik schrijf die dingen vrij makkelijk. En er zit goed geld in. Dus je verkoopt de show. En eigenlijk vraag je de dubbele gage of anderhalf keer de gage. Omdat je één nummer, wat je sowieso al in de show gaat doen, gaat herschrijven. En vroeger deed ik het dom, want ik wist niet dat ik het land van. Het land van heeft bijna 72 zinnen en geen refrein. Ging ik een rap op maat doen, ging ik het hele land van herschrijven voor dat bedrijf. Dat ik ook zo dom. Ik had het toen ook al een compleet uit kunnen knippen, snap je? Dat is gewoon stom. En nu, ik heb Sing voor me. Nou, de refrein van Sing voor me is Sing een liedje voor me Frans, Sing een liedje voor me Frans. Dus het maakt niet uit wat het onderwerp is. Het refrein klopt in essentie altijd. Ja, context want, klopt, ja. Snap je? Is 3x12 regels. Easy peasy. Zij gelooft in mij, de versie die ik heb met de beste zangers van Nederland, die heb ook 3x12 regels. Dus 36 lines. Ja, dat is, ik doe dat als het tegen zit in een uur. En als het mee zit in 25 minuten. En als het echt moet, kan ik het in de auto op weg naar het optreden. Op mijn laptop. 1 minuut voor ik eruit stap, zet ik die tekst op mijn iPad. En ik zeg het dan tegen de klant, ik rap hem vanaf een iPad. Mm. Want ik kan niet een tekst die niet uit mijn hart komt, kan ik nooit uit mijn hoofd leren. Ja, maar goed, dat kost me een week. Dus zonde. Yeah. Dat is mijn tijd niet waard, snap je? Als je dat echt wil, ja, dan moet je echt veel gaan betalen. Ik ook nog een hele rap op mijn hoofd moet leren die in essentie niet uit mij komt, maar uit jou. Mm-hmm. Ik heb hem alleen laten rijmen. Snap je? Het is jouw verhaal. Iets rijmend maken, dat doe ik al 20 jaar. Ain't nothing to it. Dat is, weet je? Het is hetzelfde als dat, ja. Je maakt het liefst zeg maar hele toffe actiefoto's, op wat voor manier dan ook. Maar ik kan ook een portret maken. Ja, ga maar staan. Ja toch, dat is een beetje, als ik een fotograaf zou zijn, zou je het zo moeten zien. Ja, precies. Het liefst doe je je eigen shit en je kunt zinnige projecten en ga jij in de bosjes liggen tot die ene puma naar voren komt en klik, weet je wel. Maar als je buurvrouw komt en zegt, ja, kan je een leuke familiefoto maken, hier is een half meisje. Ja, okay. Ik zet de telewens erop, we gaan staan in de tuin en everybody happy, toch? Ja, toch? Dat is een beetje hoe ik dat soort handel aanpak eigenlijk. Ja. Je geeft aan, sommige muziek die je schrijft voor dat soort evenementen ligt niet bij mijn hart. Het ligt wel bij mijn hart, want de track ligt dicht bij mijn portemonnee. En mijn hart en mijn portemonnee zijn gewoon met elkaar verwoven. Weet je? Het is alsof... Maar het kost je in ieder geval meer tijd, zou je die rap zeg maar, uit je hoofd willen doen. Maar hoeft ook niet. Niemand vraagt er ook om. Niemand vraagt er ook om. En mensen snappen ook wel, als je net zeg maar, een nummer hebt geschreven. Kijk, als mensen op tv een nummer doen, is er altijd autocue. Het is alsof er hier zeg maar, een scherm onder de camera hangt, waar zo groot je tekst op staat. Dus dan lijkt het alsof, let op, ik ga het nu doen. Hè? Ik ga super smooth in de camera kijken en precies onderdoor komt die tekst. Dus het lijkt zo, wat zitten die mensen in de camera te zingen? Wat kijkt die me intens aan? Maar het komt omdat die tekst precies onder de lens hangt.
En filmtechnisch, dit weten jullie ook, als je onder de lens doorkijkt, lijkt het luisteraar dus toffer in de camera. Ja, en als je er recht in kijkt, dan is het dan... Maar als je er precies onder doorkijkt, is super smooth. Ja. Dus dat is het. Autocue kan natuurlijk ook altijd. Hè. En als je een grote zaal hebt en het is donker en er ligt zo'n scherm aan de voorkant tussen twee boxen en niemand ziet het. Het enige is, op een podium vind ik altijd dat als een scherm ligt beneden. Dus dan ga je automatisch heel erg naar beneden kijken. Mm. Terwijl als ik die iPad hoog heb en ik weet wat er gaat gebeuren, dan kan ik toch nog meer oogcontact maken met mensen. En als ik weet hoe een zin afloopt, heb ik even gespiekt, dan kan ik bijvoorbeeld het begin van die zin lezen en dan weet ik hoe die afloopt. En dan kan ik jou wel aankijken, waardoor we meer contact hebben. Mm-hmm. Weet je wel? Dus dat is voor die mij het interactie voordeel is dan van, safe. Van die iPad. En ik ben ook van het lopen door de zaal heen. Als ik zeg maar oortjes in heb, dan ben je helemaal afgesloten. Dan hoor ik alleen mijn eigen geluid en mijn eigen microfoon. En dan kan ik gewoon van het podium afstappen en midden tussen de mensen gaan staan. Je hoort toch alleen maar jezelf, zeg maar. Op een bedrijfsevenement hoef je niet bang te zijn dat iemand een fles bier naar je hoofd gooit. Want dat gebeurt niet op dat soort evenementen. Dat gebeurt alleen als je op openbare evenementen bent en sommige mensen vinden je shit nep. Ja, dan krijg je flessen naar je hasses of tomaten. Ja, je ontkomt er niet aan. Niet iedereen vindt je dope. Dat kan niet. Snap je? Mm. Voordat we even verder gaan naar wat je tegenwoordig doet, met de nieuwe tracks natuurlijk, vergeven, Marieke, goeie as. Ik ben gewoon mad benieuwd naar die samenwerking met Holleder, man. Hoe de fuck is dat tot stand gekomen? Nou, Mick Harre, een zanger, wilde een liedje maken voor Holleder. En Holleder had toen net dat hij die column ging schrijven in de Revue. Ja. En toen had Mick afgesproken met z'n allen in een café. Ik moest het dan produceren en helpen schrijven en erop rappen. Dat was zijn idee. En toen gingen we zitten, bier drinken de hele middag. En zo is dat contact ontstaan. En Willem die vond het allemaal prachtig en mooi. Maar naarmate het liedje vorderde, besloten Willem en ik eigenlijk stiekem om de track zeg maar met z'n tweeën te doen zonder Mick. Shout-out naar Mick. Was dat een bitch move? Ja, dat was een bitch move. Zeker. Maar als je een bitch move maakt met Willem Holleder, is het eigenlijk geen bitch move. Snap je? Gasten. Dus, zo was dat dit. En ik denk ook dat de plaat uiteindelijk, goed, dat is hoe dat was gekomen. Mm-hmm. Weet je wel. En het was niet, kijk, ben ik een fan? Natuurlijk ben ik een fan. In zoverre dat die jongens, je kan lullen wat je wil, maar als je in iemands hart gaat kijken, we hebben allemaal de films gezien, we hebben allemaal de boeken van Peter R. de Vries geschreven. Peter R. de Vries heeft zijn hele carrière gebouwd op wat die gasten gedaan hebben. En het leest natuurlijk weg als een jongensboek. We gaan zoiets doen, we plannen het, het lukt. We gaan knallen, weet je wel. Het is natuurlijk... Dus dat, je kan daarvan vinden wat je vindt. Ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben het geflikt, punt. Maar goed, ik moest mocht dat verhaal dus schrijven en dat heb ik gedaan en dat was het. Het was eigenlijk gewoon een hele bijzondere rap op maat. Ja, toch? Ja. Hoe is Holleder? Wat voor gast is het? Kijk, Willem Holleder is een beroepscrimineel. En hij is de eerste die dat zal toegeven als je met hem één op één bent. Het is ook niet iets wat hij zeg maar kan ontkennen. Hij is een boef. Dat heeft hij ook gezegd toen we bij Radio 538 samen waren bij Ruud de Wild. Zegt hij ook, ik ben een boef. Punt, weet je wel. Maar het is ook een hele gezellige gast. Met heel veel humor. Met wie je een goed biertje kan drinken. Een Heineken biertje. Iemand naar wie veel mensen toekomen. Iemand die heel veel door zeg maar, de aura die om hem heen hangt, veel vrouwen aantrekt. Het is gewoon een magneet. Het is een hele interessante, sterke persoonlijkheid. En iedereen wilde met hem praten. Peter R. de Vries had toen een foto in het bos, weet je, toen hij net vrij was. En hij werd overal uitgenodigd. En hij kwam nergens. En ik zat drie keer in de week koffie met hem te drinken. Dus ik vond het wel grappig, weet je wel. Dat aan de gang was en iedereen zat achter hem aan. En wij zaten koffie te drinken en te praten hoe die track dan moest gaan worden, weet je wel. En dat was wel leuk. En we hadden wel wat gemeenschappelijke vrienden natuurlijk. Weet je wel. Amsterdam is natuurlijk ook maar een dorp. Vond je het nergens een beetje eng of zo? Dat je denkt, shit man, dadelijk een liquidatie. Zit ik ernaast hier bij een cafeetje op het terras? Nou, kijk. Wat wel opviel is dat in die tijd zeker. Hij droeg veel kogelvrij vest. En hij zat nooit met zijn rug naar een deur toe. Dus er was in zijn doen en laten was een bepaalde voorzichtigheid. En als wij ergens waren met z'n tweeën, al was dat bij mij thuis aan de keukentafel op maandagochtend,
Al zag je ze niet, er waren altijd mensen in de buurt. Ja. Dus het was niet als Sofie, het was wel iemand die ook goed voor zichzelf zorgde. Zo. Oh ja, toch? Ja. Dat was zeker wel een ding. Het is niet, het is niet je lokale pakjes verkopen. Ja. Ja. Als dat zeg maar is de low-level criminal die je misschien op dagelijkse basis wel eens ziet opereren. Dit is een ander kaliber mens, ja. Maar... Kijk, iemand met twee gezichten. Kijk, als je alles van zijn zussen moet geloven, is het een monster. Ja. Als je alles moet geloven wat hij zegt, is het eigenlijk een beroepsclown. En ergens daartussenin ligt de waarheid. Het is een man die zeker die absoluut een hart heeft. Maar het is ook absoluut een man die dat hart, denk ik, wel kan uitzetten. En ijskoude dingen heeft gedaan in zijn leven. Ja. Zonder uitspraken te doen over lopende zaken waar ik niks van af weet. En ik wil mijn oude gabber ook niet in de problemen brengen. Willem, shout out. Hou je hoofd omhoog. En sterkte binnen met alle boys daar. Ja, dat is toch hoe het is. Ja. Kijk, en het feit is, als je je bezighoudt met criminele zaken, dan loop je het risico om af en toe een tijdje naar binnen te gaan. Dat wist hij als geen ander. Toen we die track maakten was hij 52 of 53 en had 19 jaar van zijn volwassen leven vastgezeten. Of van zijn leven heeft, ja, van zijn volwassen leven heeft hij vastgezeten. Krankzinnig, man. Dat is best wel wat tijd. Je moet je voorstellen als iemand zo lang steeds weg is, weet je, met tussenposes. En het is een ander leven. En je kan je als burger bijna geen voorstelling maken van hoe het leven is, weet je. En in de tijd dat hij toen dat ging doen, was hij vrij. Hij was vrij. Er waren geen nieuwe aanklachten. Nee, ja, true. Dus hij mocht ook gewoon op zijn scootertje rijden. Ja, en ja, mensen vinden wat van hem, tuurlijk. Maar voor wat er bekend was toen de tijd, heeft hij zijn straf uitgezeten. Ja. Snap je? En mocht hij gewoon doen en laten wat hij wilde. En dat is het ook zo. Als je in deze maatschappij de prijs hebt betaald aan justitie, of dat nou in de vorm van een geldboete is, of een voorwaardelijke straf, of gewoon een bepaalde tijd binnen de muren. Klaar is klaar. Dan verdient iedereen op zich een tweede kans. En als hij met zijn BN'erschap aan de gang wilde en columns wilde schrijven en... Ja, ik had dolgraag elke week een column van Holleder gelezen. Ja, daarom kreeg hij ook die taak natuurlijk. Ja. Mensen wilden het ook echt lezen. Snap je? Ja. En niet voor niks dat een goed gelezen magazine als de Nieuwe Revue ook die deal met hem maakte. Ja. Snap je? En zelfs de college tour, nou, die waren natuurlijk ook super blij dat hij daar zat. Ja, dat was echt een meesterzet. Kijk hoe vaak dat op YouTube gekeken wordt. Rappers hebben gesampled uit die sessie. En het is tering hard en hij zegt ook leuke dingen en je moet ook soms lachen. Maar weet je, net als nu, hij zal nooit het achterste van zijn tong laten zien. Want dat gaat tegen alle codes en in die hij kent natuurlijk. Ja. En dat is ik zal nooit iets neps kunnen maken. Ja, dat is een beetje dezelfde code die ik heb, dat is zijn ding. Maar ja, ik vond het spannend en leuk, maar ik denk... Ik denk niet dat het de eerste crimineel is die zich in de hip-hop wereld heeft opgehouden. Ik denk niet dat het de enige crimineel is. Die, en het zal zeker niet de laatste zijn. Ik bedoel, weet je, heel veel hip-hop labels in Nederland en in het buitenland en in Amerika, Engeland, Frankrijk. Dus het straatleven en hip-hop zal altijd hand in hand gaan. Ja. Er zijn altijd labels die gefinancierd worden met straatgeld. Ja, en dat is ook vaak, de enige manier om het te doen. Want als wij nu een topplan hebben om een label te doen, we hebben alles uitgerekend en doorgerekend, we hebben artiesten onder contract, we hebben een studio. Nou, ga maar naar de bank, ga maar. Luister, de kijkers, hoe moeilijk is het om geld voor een auto of een hypotheek te krijgen? Ga jij met een idee, nee, je wil naar de bank, ja, doe even ons 4 ton, want we willen een platenlabel beginnen. Gaat niet werken. Maar het moment dat jij 4-5 ton omzet per jaar en je hebt je rekeningen daar lopen, dan wil iedereen met je move. Snap je? Dus dat is het. Als je met hip-hop helemaal je kickstart hebt gemaakt en op wat voor manier je dat doet, dat maakt mensen geen reet meer uit. Als je helemaal op level bent, dan wil iedereen met je werken. Als je laat zien dat je geld verdient en je wil samen met mensen geld verdienen, projecten doen, nou, geld is geld. Geld heeft geen religie, geld heeft geen taal, geld heeft geen kleur, geld is gewoon geld. Het is een noodzakelijk kwaad in de wereld waarin we leven. Als geld er niet was, prima. Als ik rappend bij de Albert Heijn kon betalen, I'm straight. Snap je? Dat is mijn bijdrage dan. Ja. Maar ja, ik heb het wel eens geprobeerd, weet je. Dan stond ik met €70 boodschappen en ja, de cashier zat me aan te kijken. Zo the van, fuck is going nee, on? Gaat, we gaan nee, we gaan, dat gaat niet worden. Dus ja, helaas, dat is wel een ding. En, maar ik kwam vandaag tot de conclusie dat
Als zou ik er niet voor... Stel, je zou in een wereld leven zonder geld. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon genoeg van alles. Van nu. Dus je kan gewoon moven. Je hebt je kleding. Je kan naar de bioscoop. Je hebt eten. Je kan op vakantie. Dus alles is zoals het is. Alleen je hebt er geen geld van. Je moet alleen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ja. Zou je dan doen wat je nu doet? Ik denk dat heel veel mensen namelijk niet doen wat ze echt willen doen op dit moment. En ik kwam tot de conclusie dat ik precies aan het doen ben wat, je wat ik het liefste doe. En dat doe ik al bijna fucking 20 jaar zo. En ja, als ik dat forever kan volhouden, dan teken ik nu. Ja, maar op een gegeven moment kom je ook in een motion terecht dat het niet meer anders kan, toch? Wat zeker. Ik bedoel? Ja. Nou ja, goed, en je ontwikkelt, je komt natuurlijk, je komt nieuwe mensen tegen, je doet altijd nieuwe projecten, sommige dingen doe je wat vaker, sommige dingen denk je, ja, het is nu klaar, weet je wel. Ik heb 7 jaar lang bij Giel Beelen gerapt in de ochtendshow. En op een gegeven moment dacht ik ook bij mijn eigen, ja, hoe vaak kan ik het nieuws nog aan elkaar rappen, weet je wel. Je kan steeds een andere beat doen en een andere flow, maar het nieuws is uiteindelijk het nieuws. Ja. Er gebeurt daar een ramp, er is daar honger, Amerika gooit daar bommen. Het nieuws is ook al 20 jaar hetzelfde, snap je? Het is altijd hetzelfde liedje. Dus ik was daar klaar mee. En toen heeft Diggy Dex heeft het overgenomen. Toen Kraantje Papi. Kraantje kwam ook even lang. En dat is voor hun ook goed geweest. Want daarmee konden wij gewoon wel 3FM publiek winnen. Want 3FM was toen in de tijd, het was niet alsof ze heel veel hiphop draaiden. Daarom is Funix verzonnen, omdat 3FM niks met hiphop te maken wilde hebben. Mm. Zo van, alsjeblieft snel naar Rotterdam met al die allochtonen. Dat is hoe Hilversum denkt over ons. Hè? I'm just saying. En dat is hoe Funix in het leven is geroepen. Maar doordat wij daar wel zeg maar die freestyles konden doen en die aanwezigheid gewoon hadden, konden we wel weer op andere podia terecht. En werden we ook door dat publiek geaccepteerd genoeg, zeg maar. Konden ze zeg maar tussen een line-up met een Anouk en een Miss Montreal en een Raccoon bijvoorbeeld, net een half uurtje lang een Frans Baas B trekken. Dat is wel wat je erin doctrineert bij mensen. Want radio programmeren, het woord zegt het al, mensen worden geprogrammeerd om iets leuks te vinden. Hoe vaak heb je zelf niet, dat zit je gewoon in de auto en dan zit je mee te neuren je met een liedje wat je helemaal niet tof vindt. Totaal, gewoon van wacht. Gewoon. Ja. Het zit gewoon in je systeem, toch? Ja. Ermee geprogrammeerd bent en geïndoctrineerd. Ja. Dus dat. Safe. Maar na een lange tijd stilte, jij bent altijd bezig geweest sowieso met tunes ook. Ja, je kan weer echt boven water drijven naar die track Vergeven. Hmm. Los van de inhoud. Ja. Je bent altijd wel bezig met nieuw talent. Dat gaat natuurlijk over Kleine. Die was al sinds kleins af aan aanwezig ook bij klopt, jou. Klopt, ja. In die clip van het Testament volgens mij ook. Ook al, nu heb ja. je een nieuw nummer gedropt speciaal met Jansky. Ja. Keiharde gozer, vind ik persoonlijk. Jansky is top. Echt top. Maar jij bent ook natuurlijk korte lijnen met Donnie. Dus ja. hoe beweegt Frans met nieuw talent? Hoe hou je daar? Hoe blijf je daar? Ik zeg altijd tegen mensen, hoe doe je het? Dan zeg ik altijd, ja, God is mijn manager. Ik heb gewoon diep vertrouwen in wat ik doe. En ik bid elke dag dat voor weer een nieuwe kans. Dat ben ik heel echt, dat is ook, heb ik altijd al gehad. Als je gaat met teksten, ik heb altijd God aangeroepen. Ook in mijn oude teksten. Zonder dat ik ooit echt gelovig ben opgevoed. Ik ben nu geloviger geworden dan ooit. En komt het met de leeftijd of met de ervaringen? Beide, denk ik. En ook hoe meer je ziet hoe de wereld in elkaar zit, dan denk je van, nou, ik geloof helemaal niet dat we naar Mars gaan. Dat kan helemaal niet. Ik geloof helemaal niet dat we op de maan zijn geweest. We zitten gewoon in een intelligent ontwerp van een hele intelligente ontwerper. En ik denk niet dat we ergens naartoe gaan. Ik denk dat we het gewoon hier allemaal moeten uitzoeken. Hier speelt het zich af, het is gewoon hier. En je moet er elke dag het beste van maken. En ik denk, als dat je levensfilosofie is, dan wordt het ook een stuk makkelijker. Maak je niet te druk. Ik ga me ook niet te druk maken om hoeveel honger er is in Afrika. Het spijt me. Het is niet in mijn wereld. Ik gun iedereen eten. Absoluut. Maar ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld dingen als ontwikkelingshulp werkt averechts. Als je die mensen maar blijft geven, weet je, de hulpgoederen worden achtergehouden door een regering die er al 20 jaar democratisch gekozen zit. Dat kan dus helemaal niet. En tegen de tijd dat de verkiezingen zijn, dus, hey, luister, jullie stemmen straks wel op ons. En dan gaan die zakken reizen in één keer over de toonbank, weet je wel. Ik hou er niet van. Maar ja, hoe kwam ik daarop? Ja, jong talent. Want we zitten ineens over ontwikkelingshulp te praten. Dat kan ik dus. Dus je gaat eerst, jij begint over Jansky en ik zit over UNICEF, Oxfam, Novib, en dat het allemaal boevenorganisaties zijn. dingen gebeuren gewoon. Mensen navigeren naar mij toe. Jansky kwam mee met Naf. Naf is een neef van Jansky, producer van hem ook. Naf ken ik al heel lang. Ik nodigde Naf uit voor de schrijverskamp. Naf zegt, hey, laat me mijn neef meenemen. Als een homie van mij zegt, luister, ik vouch voor deze gozer. Hij gaat wat toevoegen bij je kamp. Dan zeg ik, ah, dope, het kan.
Maar jij bent verantwoordelijk voor je niveau. Ja. Als hij nep is, ga jij hem moeten vertellen dat hij nep is. Gaan, ja. want dan ben je eten, een bed en een plek aan het bezet houden voor iemand die misschien wel had kunnen komen. Maar na 10 minuten merkte ik, oké, hij heeft niet gelogen over zijn neef. Jansky is fucking hard. En op mijn vorige volle album, dat heette Zwart, stond ook al een track met Jansky. De intro track was met Jansky. En dat was een track die hij gewoon gemaakt had voor een schoolopdracht. Dus die verses, hoe ze leeg waren, was gewoon een muzikale bridge van hem. Ik hoorde die pokoe, wow. Ik zeg, luister gaf, dit wordt de intro van mijn plaat. Hij zegt, ja, ik vind het best, ik had het gemaakt voor school als opdracht. Ik ga er toch niks meer mee doen. Ik dacht, zo, nou, thanks, weet je, top, dat is dan de track. En op het vorige kamp, voor Blauwdruk 2, kwam Jansky weer langs. Hij was met wat mensen aan het werk een paar dagen en ik met een paar mensen. En hij zei de hele tijd, ja, we gaan vanavond. Steeds kwam het er maar niet van. En toen, op een nacht, om 1:30 s'nachts, beginnen hij en zijn producer kwamen met deze beat. Het eerste wat ik neuriede was dat refrein. Hij zegt, neem dat maar op. Ik zeg, weet je zeker, het eerste wat ik neuriede. Hij zegt, ja, dat gaan we doen. Dus toen merkte ik, zeg maar, dat de eerste keer dat ik een track gewoon van hem genomen en ingevuld. En de tweede keer heeft hij me echt geproduceerd. En je kan denken als rapper dat je alles zelf kan. Je komt een heel eind. Maar het is heerlijk om geproduceerd te worden. Als er iemand is die van tevoren een idee heeft van wat ga ik doen met de track. En die jou een beetje gaat sturen. Weet je, mijn grootste hits, het Land van, Sing For Me, en Giorgio Tuinvoet producties. Giorgio heeft mij precies van tevoren in die sessies gezegd, luister Frans, we gaan zo'n soort track maken. Het moet ongeveer zo klinken. Ik wil dat je daarover gaat schrijven. En dat heeft tot resultaten geleid. Dus weet je, dat zijn dingen die ik doe. Dus dat is hoe Jansky erin is gekomen. Met Donnie ging ik stoer doen online, op Twitter toen de tijd, dat ik heel goed risotto kon maken. Hij zegt tegen mij, je lult, ik ben een kok, ik kook je eruit. Nou, toen zijn we risotto battle gaan doen. En inderdaad, die kleine tering, want had gewoon gelijk. Zijn risotto was 10 keer lekkerder dan die van mij. Dus dan moet je toegeven, ja, hij is een betere kok. En toen die tijd, Donnie en Lil Kleine gingen met mij mee op tour. Samen gingen ze het voorprogramma doen. Dat was ook wel grappig, want ze mogen elkaar helemaal niet. Dat was toen al zo, dat is nog steeds zo. Maar voor mij moesten ze samen het voorprogramma doen. En achteraf, wat heb ik ze aangedaan allemaal achteraf? Dat denk ik ook wel eens aan. Maar goed, ze moesten. En het was wat het was. En, maar daar hebben ze alle twee veel van geleerd. Ook om door een beetje met elkaar te werken, omdat het moest. En om elkaars backup te doen, omdat het niet anders kon. En voor half lege zalen soms gewoon te openen. Ja, daar word je echt wel hard van. Als jij voor 10 man staat te openen, dan wordt het vervolgens makkelijker om voor 1000 man te spelen. Dat is echt de school of hard knocks. Is maar dat hoor je ook vaker, dat het voor een groter publiek makkelijker wordt dan voor een publiek van 10 man bijvoorbeeld. Als jij een hit hebt en 10.000 mensen zingen je refrein mee, dan hoef je niks mee dan te kan doen, je rustig alles met de autotune mee publiceren. No one cares. Maar als jij een song hebt die niemand kent en je moet jezelf en die song gaan verkopen, of je staat bij een open mic of wat dan ook, dan is het echt gewoon harde werken. Het is echt zo. Als jij moet freestylen op het podium, dan zit je zo. Als jij een tekstje doet met een autocue, dan niks aan. Het is ook een hoop bedrog in de artiestenwereld. Dat sowieso. Ja, Jorik komt bij me over de vloer vanaf dat hij 8 is. En ja, weet je, en ik klik gewoon soms met mensen. Als ik met mensen een klik heb, dan zijn ze altijd welkom bij mij. Dan ben je niet 1 keer welkom, dan ben je altijd welkom. Als ik je vriend ben, dan ben ik je vriend. Ook als ik je een jaar niet spreek, kan je me opbellen. En dan zeg je, Frans, mag ik vanmiddag in je studio dit en dat? Dus zo. Ga ik niet zeggen, hey, ik heb je lang niet gesproken. Nee, als het goed is, is het goed. Als wij cool zijn met elkaar, zijn we cool forever. En dan kunnen we ook al jaren niet spreken en dan zijn we nog steeds cool. En ik wil altijd mensen helpen. Ik heb altijd de studio gehad. Als ik mijn studio niet gebruik, vind ik het zonde dat er niks in gebeurt. Snap je? Mijn microfoon vindt het leuker om bespit te worden dan dat die stilstaat zonder stroom erop, zonder warmte. Weet je? Dat is altijd, ja, als ik mijn deur kan openzetten en ik kan daarmee iemand helpen, dan doe ik dat graag. Op sleutelmomenten in mijn leven zijn er ook altijd mensen geweest die mij hebben geholpen. Of dat naar de baas was van de coffeeshop waar we werkten, of een platenbaas op een goed moment, of een... Weet je, of een Kees de Koning of een Niels Walbomers. Weet je, het zijn allemaal mensen geweest die op bepaalde momenten ook voor mij de deur een stukje open hebben gehouden. Snap je? Dus als je dat terug kan doen, is het minste wat je kan doen, toch? Spreek je Jorik nog? Ik heb hem al heel lang niet gesproken. Heel lang niet, oké. Hij heeft wel mijn liedje gehoord, dat weet ik zeker. Ja. Vind je het jammer dat je hem niet spreekt? Nou, kijk, de gierigheid in hem brak onze relatie. We hadden een duidelijke afspraak over hoe de poed verdeeld moest worden. En daar hield hij zich niet aan. Dat is de basis van het hele conflict.
Vervolgens ben ik op mijn strepen gaan staan en hij heeft vervolgens gedaan alsof ik niet bestond. Nou, ik vind als je zeg maar 12 jaar op mijn schoot hebt gezeten en je doet dan alsof ik een spook ben, dat vind ik heel asociaal. En dan zeg je dat je de tyfus kan krijgen en dat meen ik dan ook. Ondanks dat ik je vergeef, want ik weet hoe het is. Ik weet in wat voor sneltreinvaart het allemaal is gegaan. Ik weet dat je in de achtbaan zit. Hij tekende bij Top Notch, ik kocht mezelf weg bij Top Notch. Ik ging afkicken, hij ging meer gebruiken, snap je? Als jij een gabber hebt en jij wilde de hele tijd mountainbiken met hem, maar hij wilde alleen maar breien met zijn vriendin. Ja, op een gegeven moment ga je hem ook niet meer bellen om te mountainbiken, snap je? Dat was een beetje hoe onze relatie ook uit elkaar dreef. In retrospect, hoor. Ik kan dat nu zeggen. Ja, op dat moment zat ik was er misschien wat dichter op. Ja. En wat ik zeg in die track, alles is waar. En wat ik ook zeg in die track is, ik heb het achterste van mijn tong niet laten zien. Snap je? Als je goed luistert, hoor je dat ik gewoon zeg, weet je, zand erover. Als je nu gewoon komt, je steekt die hand uit en dan is het cool. Dan zijn we klaar ook. Zijn we klaar. Ja. Voor mij is het klaar. Doordat ik die track heb gemaakt, is het uit mijn systeem. Ik liep er te lang mee. Ik had het vast. Dat was bij me. Het zat binnenin. Ik zat opgekropt. Ja, ja, toch? Dat had ik. Het is geen goede feeling om mee te lopen, man. Negatieve je kan ook niet energie. Lekker neuken als je... Dan kan je niet die set als... Het fokte met mijn aura, snap je? Dus ik dacht van, what the fuck zal ik doen? En ik had die beat al een tijdje liggen. Ik had eerst een andere track geschreven. Op diezelfde beat. Ja. En die was... Van wie is die productie trouwens? Emmanuel Freeman, M.O. Hij heeft ook heeft heel veel dingen geproduceerd. Hij heeft laatst Imani. Ik heb een goed rapport. Oh ja, toch? Dat heeft hij gedaan. Heel lang geleden, Ali B, ik ben je zat. En nog superveel dingen die je allemaal kent en hebt gehoord, ja, maar dat je niet weet wat hij het is. Super dope guy. Ook iemand met wie ik letterlijk al 20 jaar werk. 21 jaar. We staan laatst in de studio met z'n twee kabels aan te sluiten. En ze zegt tegen mijn vrouw, hoe lang doen we dit eigenlijk? 21 jaar zitten we al. En al die jonge boys erbij. Sommigen zijn nog niet eens 21. Dus ik zeg tegen die jongens, luister, zolang als jullie leven, zitten wij al met twee kabels aan te slaan. En nog steeds gewoon met een glimlach en een joint erbij. En gezellig, weet je wel. Ik zeg van, dat is toch mooi. Ik zou nergens anders willen zijn. Hij zegt, ja, ik ook niet. Nou, dat is toch top. Winning. Dus dat zijn... Maar je had eerst een andere beat? Nee, ik had hetzelfde beat. Oh ja, sorry, hetzelfde beat. Maar andere tekst. En die tekst was qua flow was die de shit. Hij rijmde de hele tijd dubbel. Dus ik was zeg maar, één couplet was constant op één dezelfde dubbelrijm. Bijvoorbeeld zeg maar, even kijken. Als bijvoorbeeld, geef uit, leef buiten. Alleen maar van dat soort pap, 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 op elkaar. Volle zestiens. Toen kreeg ik ruzie met mijn beste vriend. Als je beste vriend, ze zijn ook de ruzies heftig. Dit was 2,5 jaar geleden, vlak voordat ik ging afkicken. Toen heeft Daan mijn laptop gepakt en tegen de muur aangegooid. En het enige bestand wat ik niet had gebackup op die laptop, de enige tekst die ik niet naar mezelf had gemaild, was die tekst. Voor de rest had ik alles, Dropbox, WeTransfer, al gemaild naar homies, dit en dat. Harde schijven, geen probleem. Het moet zo zijn hoor. Het enige. Dus ik zeg tegen haar, het is niet erg voor die laptop, want alleen dat, maar dat vond ik wel erg, zeg maar. Achteraf moest zij die laptop hebben vermorseld hebben op dat moment. Want anders was die track eruit gekomen. En dat was misschien voor de hele aura niet goed geweest. Snap je? En dit is ook van, kijk, het is in principe een vredesduif. Het is een vredesduif, je moet hem niet gaan aaien. Je moet niet denken dat hij je beste vriend wordt. Daar komt je een boodschap geven. Je kan hem een boodschap teruggeven. Je moet die vredesduif geen map geven als hij op je vensterbank staat, weet je, met zijn papiertje. Zo. Lange Frans vredesduif, snap je? Maar in principe is het een vredesduif. En dat zeg ik. Ik heb niet het achterste van mijn tong laten zien. Dat wil ik ook niet. Want in essentie is het langere tijd een vriend van me geweest dan dat hij ooit een vijand van me is geweest. En als je ooit zulke goede vrienden bent geweest, ben je eigenlijk nooit vijand. Je hebt alleen een heftig meningsverschil. En dat is eigenlijk alles wat het is. Ja, zo. Maar gedurende je carrière, nou, laat ik het zo stellen, je gaat de confrontatie niet uit de weg. Nee, maar fuck sowieso het. Niet. Ja, maar luister, kijk. Wat moet er gebeuren bij jou vanuit een andere partij dat je echt denkt van oké, dit gaat nu net iets te ver en hiermee kapt het. Snap je? Ik bedoel, dat formele even eruit gaat en dat nou je denkt, kijk, ik ben nu gewoon Frans. En ik kan met iedereen zaken doen, maar ik hou er ook van om zaken te doen en daarna nog gezellig met elkaar te kunnen zijn. Ik hoef bijvoorbeeld niet zaken te doen met iemand die ik niet dope vind.
ik zou bijvoorbeeld, er zijn artiesten die er nu rondlopen, die bijvoorbeeld super succesvol zijn en heel veel geld verdienen. Als ze morgen bij mij op de studio met zeg maar een ton contant voor de deur zijn van alsjeblieft mag ik hier mijn nieuwe album opnemen en regel even 12 beats voor me en fix het even allemaal. Als ik die persoon niet interessant vind zeg maar als artiest, ja, misschien dat ik ze ton wel ga afpakken. Ton is wel een dingetje, man, Frans. Maar ik zou, als ik het in mijn agenda zou zien staan, een sessie met artiest X, zou ik toch denken... Ja, ja toch. En dat is... Dan ik wil nooit hebben. Ik wil altijd deze hebben. Dat is veel leuker, man. Ja. Maar nee, ja, kijk, ik heb confrontaties gehad. Op een gegeven moment, Nega was ontevreden. Die vond dat het allemaal mijn schuld was toen die tijd. Die heb shit gezegd. Ja, nou ja, fuck you dan maar, weet je. Ja, dan praat ik niet meer met hem. Word jij eerst maar weer eens even kalm en ga maar even bekijken hoe het echt allemaal zat. En misschien kom je tot de conclusie dat je gelijk had of niet. I don't know. Zo zijn er wel vaker mensen geweest. Maar ik kan er ook niet zoveel op noemen. Kijk, het probleem is dat als je een confrontatie met iemand hebt, is dat wordt vaak gezien. Terwijl ja, dat de 99% van alle zaken die ik doe en alle tracks die ik maak voor mensen die gewoon goed gaan, daar hoor je niemand over. Het is hetzelfde met, stel je rijdt per ongeluk een oud vrouwtje aan. Drama. RTL Boulevard een week lang en dan gaan ze de familie van het vrouwtje gaan ze interviewen. Wat is die Frans, een teringhond en dit en dat. Nou, dat is wat je al snel krijgt. Terwijl als je iets positiefs probeert te doen, dan krijg je RTL Boulevard niet aan je zijde. Verkoopt niet, man. Als je kijkt wat SBMG allemaal heeft gedaan in Suriname. Ja, hebben het vaak gehoord. Weet je, zij zijn gewoon de econs aan het worden van Midden-Amerika. Ik vind dat gewoon tering hard. Ja, maar hoor je niks over? En je hoort er niks over. Maar boef die te snelheid. Ja, in een filmpje van 2 jaar geleden. Natuurlijk, je moet niet met 160 door een woonwijk gaan. 100.000. Dat begrijpen we allemaal. Maar... Weet je, jonge jongens met te veel geld doen domme dingen. Ik heb ook domme dingen gedaan. Maar dat moet je ons ook vergeven. En ik denk niet dat Boef dat vandaag de dag weer zou doen. Weet je, hij krijgt wel weer die hele strontkar over zich heen. Wat ik tering hard van hem vond, was toen hij zeg maar naar die rechtszaal liep. Al die mensen achter hem aan, dat hij gewoon solo liep. En dat hij alleen maar zei, check mijn nieuwe album. Het is bijna klaar. Check mijn nieuwe album. Kijk, en dan zie je gewoon, dat er is gewoon een overlegmomentje geweest. Van oké, het wordt kut. We weten het. Wat gaan we doen? We gaan gewoon dit doen, man. Ik vond het tering. Ja, strategisch als een master. Weet je, en nogmaals, ik bedoel, ik ben heus niet down met iedereen. Weet je, ik bedoel, als je zo'n Kodak Black bijvoorbeeld hoort praten over de weduwe van Nipsey Hussle. Dan ja, ik dat was heel leuk. Ik heb Kodak altijd een mogol gevonden. Ja. Punt. Ik check zijn shit niet. Ik vind het heb een raar hoofd. Ik heb het echt geprobeerd, rips. Man. Ik heb een rare vibe. Klaar, ik zeg het wel, een rare vibe. En als je dan ziet dat hij ook nog eens dit soort idiote shit gaat zeggen. En ik kwam nog meer boven water dat hij ook een Young M.A. zou hebben aangerand. Mm. Rare dingen, weet je wel. Dan denk ik, nee. Weet je, ik als ik iemands teksten moeten echt bij mij kloppen. Het moet ook iemand zijn waarvan ik denk, ja, je doet shit soort van op dezelfde manier als ik of zo. Ja. Dus ja. Je had het over artiesten over van nu? Ja. Deze tijd? Mag ik nog een glasje water? Ja, natuurlijk, man. Ik zit op de praatstoel. Of course. Artiesten van nu. Ja. Wat triggert Frans? Welke boys denken... Laten Frans even denken van... Zo, ik ga even snel weer een 16 schrijven, man. Nou, kijk. Ben je überhaupt blij met de huidige staat, zeg maar? Van wat er nu boven water komt drijven? Kijk. Het is niet aan mij om een mening te hebben. Kijk, meningen zijn zo... Er is een overvloed van. Want iedereen heeft er een en ze kosten niks. Ja. Dus de markt is overspoeld met meningen. Wat ik vind van shit maakt niet uit. Mm-hmm. Doet het niet. Bijvoorbeeld 3 jaar geleden waren we in Duitsland aan het werken. Aan het eerste deel van Blauwdruk. En daar waren De Fano en Jor en Kevin. Die toen nog amper... Kevin had toen nog niks uit. Die op de blok moest nog komen. Die kwam pre-Blauwdruk, maar... Met M's toch? Ja. En Jos Silvio was er, en Hansi, en Esco. En dat was een kamp. En Chené, Marques, Keshu. Allemaal toffe mensen die voor show bij elkaar had gevonden, die op dat moment graag wilden werken. En dat was voor het eerste keer dat ik Esco ontmoette en hun hele team. En dat heeft maar, weet je, dat was voor mij ook ontzettend veel goede dingen gedaan. Ik ging voor het eerst rappen op een echte dope trap beat, weet je wel. Nou, dat was tof om dat dan met Esco te kunnen doen op een Esco beat, weet je wel. Dat was tering hard. Van wie was het initiatief eigenlijk? Waar kwam het vandaan? Verschow wilde een album maken. Hij zegt, ja, ik wil een schrijfskamp doen. Ik zeg, hij zegt, wil je me helpen? Ik zeg, als jij het talent fixt, dan fix ik de productie. Dus ik heb de huisjes gefixt en de apparatuur, weet het, sponsoren, vervoer, vlogcams, alle shit die we nodig hadden. Alles faciliteren daar. En hij heeft zich vooral bezig gehouden met talent.
En dat was een perfecte mix. En Fasho en ik kennen elkaar ook al 100 jaar. En dat werkte gewoon prima. En op Blauwdruk 2 heb ik hem gebeld. Zeg, wat ga je doen? Hij zegt, ik heb het nu druk met andere projecten. Doe jij het maar. Maar het is all love, snap je? Mm-hmm. Dus ik kan Blauwdruk 2 doen zonder hem. En hij zal nog steeds denken, hey, dope man. En ja, als we Blauwdruk die doen, dan ga ik hem weer bellen. Zeg, doe je mee? Heb je tijd? Heb je iemand? Dan is het gewoon goed. Het is gewoon goed. Die band is gewoon goed. Daar, ja. Dus dat. Maar goed, weet je, er gebeuren superveel dope dingen. Er komen fucking veel producers. Mensen kunnen ook sneller produceren, weet je. Dus je moet veel shit in de gaten houden. De dope producer van over 2 maanden, die zou nu nog helemaal niks kunnen doen. En die zit misschien op zijn zolderkamertje in Monnikendam met zijn laptopje. Pizza's te eten. Weet je, tussen YouPorn, pizza's en iets maken. Zit hij misschien mijn nieuwe nummer 1 in te tikken. I don't know. Ja, maar ja, ik heb mijn oren en mijn ogen overal. En ik heb een team met mensen die nog meer oren en ogen hebben, weet je wel. En ik probeer ze te verslaan af en toe, weet je. Dat als ze mij iets... Heb je dit gezien op Insta? Die moeten we checken. Allang gezien, bro. Maar 9 van de 10 keer... Zij zijn eerder dan jij. Maar daarom heb ik mijn jonge boys erbij. Ja, zij moeten mij voeden met dat soort informatie. Ja. Weet je, John de Mol heeft ook een team om zich heen... met mensen die gewoon door alle kranten hebben gelezen... en die hem gaan vertellen, dit is daar gebeurd, dit is daar... zodat hij dat niet allemaal zelf hoeft te doen. Nou, hij kan alleen zijn beslissingen baseren op die informatie. Ik wil de beslissingen nemen, de executive beslissingen van de dag, gebaseerd op de informatie die ik krijg van mijn mensen. En dat is hoe we te werk gaan. Weet je, ik blijf niet de hele nacht in de studio. Maar ik wil wel 's ochtends vroeg, voor 8:30, alle demo's in mijn mail hebben. Ja. Zodat ik meteen feedback kan geven. Oké, dit moet opnieuw, dat moet anders, dat kan naar de mix door, weet je, pap, pap, pap. Ik zit op Blauwdruk en ik zie hoe Esco werkt van dichtbij. Als een monster. Hoe hij gewoon 3, 4, 5 tracks per dag eruit pompt. En ja, dat was dope. En Jo Silvio was daar ook. En die had toen ook al wel dingen uit, maar nog geen superhits. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen daar heeft geleerd. En iedereen heeft, weet je, mensen hebben elkaar leren kennen. Een producer die daar was is Jason XM. Die doet nu heel veel voor Jay en voor Doughboy ook en zo. En die maakte daar gewoon zijn eerste echte producties. En zijn eerste gouden plaat was van dat album. Dus dat is gewoon tof, weet je. Dat je een paar mensen gewoon hun eerste plak hebt kunnen overhandigen. Dat voelt gewoon super tof. En wat ik dope vond van Kevin is dat ik wilde een track... Ik had een track voor hem bedacht, die Havenstad, met die E-Life sample. Over Rotterdam. En ja, hij zei gewoon, ja, maar gaan we doen, weet je. En dat vond ik ook tof. Dat ik voor hem een track mocht produceren. Dat het mijn idee was zo van, oké, laten we dit loopje, die sample, 1 couplet daarover, dan een beetje daar. Ja, dat was gewoon teringhard. En ik leer altijd veel van hun, weet je. Want het zijn toch, zij komen uit een hele, hun hip-hop achtergrond is heel anders. Waar hun mee zijn begonnen met luisteren is heel anders dan waar ik ben begonnen met luisteren. En ik ben nog niet eens klaar met luisteren als van wat er vroeger was, weet je. Er zijn nog heel veel albums van vroeger die ik nog dood wil analyseren, zeg maar, weet je. Dat blijft altijd een probleem. Op doen. En er komt zoveel nieuws ook uit. Maar het inspireert mij. Kijk, als je kijkt, weet je, Jo Silvio, die heeft heel erg dat, hij kan een zangerig refreintje kan niet doen, weet je. Dat is heel erg zijn ding, dat hij dat toch ook goed kan. Hij kan goed toon houden. En Kevin, ja, qua flow komen weinig mensen bij hem in de buurt, weet je wel. Dat luie, dat rustige wat hij erin heeft. En met Jor. Ja, Jor is gewoon een heel energieke gozer die gewoon ook een hoop energie geeft, weet je, op een bepaalde manier. En ja, ik heb niet met iedereen tracks gemaakt, maar met sommige mensen wel, weet je. En het is niet dat ik, ja, het zijn goede dingen. Ja, toch? En het toffe is wat ik merk als ik met de jongsters werk, zij vinden het ook tof om van iemand te horen die het al zo lang doet, weet je. Zij vinden het ook tof om te zien, oké. We kunnen inderdaad ouder en gezonder worden en ons portemonnee spekken en weet je, we kunnen hiervan leven. Het is een lange termijn hossel ook. Weet je hoeft niet alles binnen een jaar te doen. Neem je tijd, weet je, doe rustig aan. En is okay. Mentor je de youngings ook, zeg maar, op dit gebied, zeg maar, op live, los van de muziek zijnde? Of? Nou kijk, ik mentor in zoverre van afstand. Het is niet dat ik dat, maar iedereen kan mij altijd wel bellen. Maar weet je, iedereen heeft ook los zijn eigen mentors. Op dat moment, 3 jaar geleden, waren Fasho en ik eventjes daar om een situatie te creëren waar iedereen wat van heeft geleerd. That moment in time. En het is niet alleen een leerproces. Het is ook als je 30 mensen bij elkaar brengt een week en de helft kent elkaar niet. Maar na die week kent iedereen elkaar goed. Ja. Want ik weet hoe jij 's ochtends je nest uitkomt, weet je. En jij weet hoe ik er 's nachts in ben gerold. En we hebben samen gegeten en gelachen. En het schept veel meer een band dan dat je met elkaar de studio induikt een paar uurtjes. En we maken het volgende week wel weer af en zo, weet je. En ik breng ook altijd wat muzikanten mee. Mensen van verschillende disciplines. En
Er was een zangeres is altijd erbij die ook goed is in koortjes en zo. Dus die kan dan ook weer een steentje bijdragen op producties. Weet je? En dan denken de producers van, oh, dit is wel heel dope als ik inderdaad een zangeres heb die meteen snapt van hoe dat werkt en zo. Dus ik probeer dat het gewoon mensen in de mix te gooien. En ik geniet van het feit dat mensen daarna dan contact houden met elkaar zonder dat ze mij dan ervoor nodig hebben. Als ik dan hoor van, ja, ik ben met die en die daar in de studio, heb ik dit gedaan daarvoor. Dat vind ik alleen maar leuk. Dus dat is het. Het inspireert mij ontzettend. En hiphop is gewoon een spel. En het spel evolueert altijd. Mm. En als je stil gaat blijven staan en je gaat 20 jaar lang oude os door de positie-cd's blijven luisteren, ja, dan kom je niet vooruit natuurlijk. En shit die interessant is, interessant. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld naar E40, Too Short, gasten die al, zeg maar, belegen waren toen ik begon met luisteren. Dat zijn allemaal mannen, nou, die zullen inmiddels de 55 wel gepasseerd zijn. Maar die gewoon die nog steeds met enige regelmaat albums uitbrengen. Die nog steeds op cd's of op tracks van Drake en Big Sean mogen meedoen en op shows, weet je wel. En dat is een beetje waar ik naartoe wil. Gewoon gerespecteerd om wat ik doe en heb gedaan. En ook zorgen dat wat ik nu doe gewoon in de lijn is van, het moet wel klinken als een lange Franstrek. Het moet wel goed zijn. Weet je, het kan best eens een uitstapje zijn naar een ander genre of wat dan ook, maar het moet wel gewoon goed zijn. Ja, toch? Ook als ik een kroegplaat maak met John West, dan is het de beste kroegplaat die wij op dat moment kunnen leveren. Ja. Snap je? En dan moet die ook beter zijn dan heel veel andere kroegplaten die daar nog gaan uitkomen. En dat heb ik ook wel bewezen in dat genre, dat ik daar leuk in kan meekomen. Maar Frans zit nu in Amsterdam. Ja. Hij moet naar Limburg. Opdracht je daar optreden, whatever. Mm. Je hebt je Spotify playlist. Ja. Je mag alleen maar Nederlandstalige hiphop luisteren. Okay. Wat staat er in je lijst? Def Rhymes. Je lacht. Nee, ik vind het gewoon de mooiste eerste artiest die je noemt. Def Rhymes is teringhard. Mm. Hij is een lieve gozer. Wordt door veel mensen slecht begrepen. Ik vind hem op Instagram ook geweldig. Weet je? Def Rhymes is eigenlijk mijn spirit animal. Weet je? En als we echt een goede president nodig hebben voor wat dit land echt nodig heeft, dan zouden we Def Rhymes president maken van dit land. Want dan komt het echt goed. Dan krijg je echt verbinding met elkaar als Def Rhymes president zou zijn. Dus daar geloof ik heel erg in de hele vibe. Oké, dan hebben we één Def Rhymes. Def Rhymes, zeker. Kevin vind ik dope. Ben altijd benieuwd naar wat hij rapt. Weet je, als hij een track hebt met iemand anders, dan... Ik wil altijd horen wat... Waar gaat het vandaag over? Mm. Ik vind het nieuwe album van Josilvio vind ik hard. Sowieso. Snelle is ook bij ons op schrijverskamp geweest. Als hij dat niet was geweest, had ik zijn shit hard gevonden. Want shit is gewoon tering hard. Snelle vind ik dope. Even kijken hoor. Maar misschien moet ik gewoon ook maar even kijken. Ja, check je playlist, man. Maar alleen Nederlands mocht het, hè? Ja, alleen Nederlands. Ja, dat is gewoon die waarde. En het liefst van de New Kid. Ja. Monsif, wat hij nu qua productie is. Ik heb gisteren goed geluisterd naar die Lacrim Rick Ross die heeft gedaan. Belachelijke tune. Maar dan moet je ook denken, kijk, die Lacrim die stuurt zo'n liedje op naar Rick Ross. Zo van, hey Rick, is dit wat? Zo gaat het toch? Tegelijkertijd heeft Mons even een beat gemaakt die zo dope is dat Rick Ross hem niet kan laten gaan. Ja. Het klinkt al als Rick Ross, snap je? En ik vind dat een level, dan moet je als producer gewoon ook wakker zijn, weet je. Ja, zijn transformatie. Hij was een soort van de Justin Bieber en hij is nu gewoon die gekke trap producer geworden, ja, man. Ja, zeker. En gruwelijk gedaan. Ook die productie voor Yo Silvio, Gimma. Die laatste productie, ja. Ongelooflijk. Die Double, vind ik tering hard. Sowieso. Ik vind ook dat zijn beats zijn heel dope. Ik zie dat hij daar heel nauwkeurig de tijd voor neemt om die uit te zoeken. Dat gaat niet over één nacht ijs. Één keer in de zoveel tijd, vooral als ik Biggie een pak mis, dan moet ik een beetje Mokromaniac draaien. Weet je, Mokromaniac word ik altijd vrolijk van. Hij komt altijd met harde lines, weet je. Hij rapt altijd alsof hij er zin in heeft, weet je. Hij rapt altijd met een soort Amsterdamse arrogantie. Daar hou ik ook van, weet je. Dat vind ik hard. Ik zit de laatste tijd ook te luisteren een beetje naar die Trap Jack. Vond ik ook wel wat hebben. Een jonge gozer van Rotterdam Airlines. Die vind ik ook wel hard. Ja, man. Maar er zijn veel gasten die harde dingen doen. Hmm. Punt. Weet je? Dus, kijk, wat ik af en toe wel mis, is een klein beetje thema's en onderwerpen. Er kan iets harder geschopt worden tegen het systeem. Er kan iets harder geschopt worden tegen de politiek. Er kan iets harder geschopt worden tegen de industrie. Ik heb het idee dat mensen iets te veel op hun tong bijten voor hun portemonnee. En dat vind ik jammer.
Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... It took me 3 albums en 6 mixtapes voor ik Kamervragen 1 schreef. Ja. Dus wie ben ik om te oordelen? Snap je? Bij mij heeft het ook een tijd geduurd voordat ik comfortabel genoeg werd met mijn plek, met de microfoon, met mijn stem, met alles. Om te denken van, oké, nu kan dit. Maar, het valt me wel op dat dan bijvoorbeeld de Champions League spelers op dit moment... De bijvoorbeeld een Busy, een Frenna, een Ronnie Flex, een Kleine. Dat dat niet per se iets is waar je, dat, waarvan je denkt, ah, die nou, moet sowieso kijk, kleine luister ik wel. Heb ik ook altijd wel geluisterd, natuurlijk. Van Kleine ontkomt, al wil je Kleine niet luisteren, ja, dan hoor je Kleine. Net, ja. Dus je ontkomt er sowieso niet aan. Dus dat kan je maar beter accepteren. Ronnie vind ik ook super dope. Want vroeger kwamen Ronnie en Kleine ook wel eens bij mij thuiswerken. En ik had altijd een setup en niemand kon hem aankrijgen. Ik sliep zelf altijd te kutten met de manier hoe het... Ronnie was... 10 minuten in mijn huis. En alles deed het. Hij was beats aan het tikken. Dit, en ik kwam... hoe heb je dit nou gedaan? Hij zegt, ja, ik weet het ook niet. Dus vanaf dat moment loop ik met het idee... dat Ronnie Flex een soort magische kracht om zich heen heeft hangen. En dat idee is bij mij nooit weggegaan. En een paar boys, muzikanten met wie ik veel en al lang samenwerk... die ook in mijn band zitten, die spelen... Maar mijn band doet niet zoveel als de Ronnie Flex band, moet ik zeggen... Daar. Moet ik er eerlijk bij zeggen. En die spelen ook bij Ronnie. Ja, toch? Dus ik zie van hun ook een hoop shows en dingen. En wat Ronnie doet, vind ik tering hard. Weet je, want wat hij doet, kan ik niet. Het soort liedjes maken, zo zingen en zoveel R&B-invloeden erin. Dat is, ik vind het tering hard. Want iemand doet iets wat ik niet kan. Ik word nerveuzer als ik iemand zeg maar iets zie doen wat wel heel erg op mij lijkt en toch tering dope is. Ja. Wacht even. Yo, you're in my lane, boy. Wacht even. Ja, toch? En dat heb ik met Ronnie niet. Ronnie vind ik dope. Frenna vind ik ook dope, maar ik versta hem gewoon vaak niet. Ik zeg het je eerlijk, ik kan niks aan doen. Ik vind het hard en ik voel de beats ook wel soms. Niet altijd, maar soms wel. Maar heel vaak versta ik gewoon niet wat hij zegt. Is dat voor jou een heel belangrijk punt? Nou, het is me nooit eerder gebeurd dat ik iemand niet kon verstaan. Ja, ik zeg het eerlijk. Ja. Dus kijk, misschien zijn er bepaalde vormen van slang die niet meer bij mij binnenkomen. Maar ik ben hip genoeg om... Daar kan het niet aan liggen. Het is gewoon... Ik ben niet de doelgroep. Laten we het daarop houden. Ik begrijp het niet, ik versta het niet. Maar het is niet dat ik het niet tof vind. Ik snap wel dat het populair is. Ja, dat het maar het is gewoon niet in jouw leven. En hoor. Het is dansbaar en het is net zoveel zang als dat het rap is. Dus zeg maar, alle oude trucjes van vroeger... die je soms voor 1 track gebruikte... gebruiken alle jongens nu altijd. Waarom zou je Brace brengen om het bellen om een refrein te zingen? We hebben autotune. Ik zing mijn eigen shit. Fuck royalties delen met iemand anders. Ik ga het zelf doen. Dus ik snap het, weet je, het systeem. Maar soms denk ik van, oké, misschien moet je toch Brace bellen. Begrijp je? Ja, natuurlijk. Ja. Laat die autotune. Die autotune doet het. We weten het. Hij werkt. Breng gewoon een muzikant binnen, ja toch? Snap je? Ja. Of bel Gio. Of bel een van de... 100 getalenteerde zangers die we Jansky. Wel hebben. Jansky, ja, whoever Jay, je moet bellen. Ja. Jay, ja, er zijn er zat. En ja, dus dat. Jay vind ik ook, is ook een vriend van mij, luister ik ook graag naar. Vind ik ook iemand die mij ook motiveert, omdat hij ook veel meer heeft uitgebracht dan ik nog. En dat ook zichzelf ook goed heeft weten te verversen. Ja, wat is nog meer dope? Wat vergeet ik allemaal? Ik vind dat je wel een aardig goed lijstje hebt. Ik weet wat er gebeurt, hoor. Ik zie wat er in Woordenschat gebeurt. En als er iets echt dope is, dan word ik erop getipt. En als iets ongetekend is, dan gaan we altijd wel proberen met mensen te praten als het interessant is, weet je wel. Sowieso. Maar ik ben op de hoogte. En kijk, nu moet je voorstellen, toen ik begon met professioneel hiphoppen, waren er 100 man in kaart die zeg maar enigszins op een soort ZZP-basis een klein beetje geld konden verdienen met hiphop. Dat was het. Ja. Je wist in iedere stad, oh, daar doet die wat. En dat was het gewoon. Dat is dat heel was overzichtelijk. En nu, de game is gewoon groter geworden. Waar er vroeger een paar ton te verdelen was, zijn er nu miljoenen te verdelen. Ja. Weet je, ik heb meegemaakt dat we cd's verkochten. Ik heb meegemaakt dat de cd-markt instortte. Ik heb meegemaakt dat de streamingmarkt is gaan opleven. Heb je? Ik heb de mazzel dat... Ik kan niet zeggen, nou ja, toen... Nee, ik heb het allemaal mogen meemaken en ik ben er nog steeds. Ik ben er nog steeds. En zo voel ik me ook. Ja. Ja, toch? Ja. Wat kunnen we verwachten van Lange Frans, man? Nou, 2019.
Ja, ik ben nooit zo van het roepen van dan komt dat en dan komt dat. Want als je dat roept, dan is het waar. En dan moet je er ook aan verwachtingen, houden. Verwachtingen, ja. Maar je bent wel bezig, dat zien we overal. In het midden van het jaar komt Blauwdruk 2 uit. Dat staat vast. Die deadline is er, de eerste plaats zijn al naar de mixen gaan. Dat staat in steen, dat komt sowieso. Daarop ga je een aantal jonge mensen horen met wie ik bezig ben. En dan ga je een paar nieuwe dingen van mij horen. Ik heb net een nieuwe single uitgebracht. Ik heb de volgende ook alweer klaar liggen. Dus ik ga ook met enige regel. Eigenlijk elke 6-8 weken gewoon in ieder geval een nieuw liedje voor mijn eigen luisteraars eruit. Ik gebruik ook bewust het woord fans niet, want dat vind ik denigrerend. Ik hou van het woord luisteraar. Je bent mijn hooggewaardeerde luisteraar. Ja. Snap je? Dat maakt de wisselwerking. Ik heb geen last meer van mijn ego. Als je als artiest begint, dan word je altijd maar op een voetstuk geplaatst. En heel erg buiten de mensen. Je wordt naar een aparte ruimte gebracht en dit en dat. En op een voetstuk geplaatst. Maar dan vergeet je dat je eigenlijk... Maar je bent precies hetzelfde als iedereen, snap je? Dus je moet niet te ver in dat kamertje gaan zitten in je eentje. Dan wordt het ook, dan kan je het ook voor jezelf te eenzaam maken, snap je? Dan ligt ook weer een gevaar in. Dat je altijd maar alleen bent, is er ook geen kut aan. Dus dat is nog even een kleine tip op de valreep. In principe ben ik aan het kijken naar die documentaire. Ja. Ik heb een tv-programma wat er aankomt. Dat heet Been There, Done That. Dat komt volgende week op tv. Dus waarschijnlijk al, dat is dan al uit als dit uitkomt, denk ik. Dat kan je ook checken. Dat is gewoon publieke omroep, dus dat kan je checken. Dat is heel leuk. Dat is een jongen die verslaafd is aan alcohol en die ook wil rappen. En ik begeleid hem een tijdje om te kijken of we zijn leven op de rit kunnen krijgen. En verschillende mensen doen dat met verschillende mensen met problemen. Mm. Dus ja, ik heb de alcoholverslaafde rapper gekregen. Logisch. Ja, maar op het moment dat die vraag kwam, dacht je niet van even zo, dat is wel pittig of zo? Mm. Als in van, je komt er natuurlijk net zelf vanaf. Dat je ja, dacht, ja. Kijk, ik heb er wel over nagedacht. En natuurlijk ook besproken met wat mensen om me heen. Zullen we dit doen, zullen we dit niet doen? Maar... Het was voor mij een cirkeltje rond moment dat zeg maar, ik kon het stokje overnemen dat Thomas Bergen mij heeft geholpen. Mm-hmm, kon ik nu hem helpen. Ja, master. Dus ik heb gedaan wat ik kon in de korte tijd die er was. En we hebben hem zondag is hij ingecheckt in een kliniek voor 5 weken. Wat ook tot stand is gekomen door dat programma. Ja. Daardoor kwam iemand op ons pad en die zei, luister, je hoeft in je woonplaats moet je nog wachten. Maar als je nu hier naartoe komt, kan je meteen erin duiken. Ja. Nou, als jij... Gewoon elke dag gebruikt, of je nou sigaretten gebruikt, of hash, of wiet, of crack, of DMT, of whatever. MDMA, cocaïne, speed, drank, maakt niet uit. Je bent verslaafd. Dan moet je eruit en dan moet je gewoon, dan moet het er niet zijn en dan moet je regelmaat hebben en ze mogen er ook niet weg. Het is gewoon heftig, snap je? Mm-hmm. En nou, dat is nu met hem aan de gang. Dus tv... roept wel een beetje, lonkt wel een beetje. En ik ben er ook ontzettend goed in. Maar ik ben ook ontzettend eerlijk in wat ik wel wil doen en wat ik niet wil doen. Mm. Snap je? Dus dat maakt me lastig. Ik kan niet alles gaan doen. Snap je? En ik wil ook niet alles doen. Ik zou bijvoorbeeld nooit een programma willen maken waar ik nooit naar kijk. Dan denk ik, ja, waarom zou ik dat staat er van Temptation maken? Island of zo. Naar Temptation Island kijk. Kijk. Die was wel echt on the spot, ja. Vertel Frans. Kijk ik altijd, daar ben ik echt fan van. That's my guilty pleasure. Daarom ben ik er ook refs van gaan maken. Ze hebben mij ook niet gevraagd, ik heb mezelf aangeboden. Gewoon... Ja, echt. Hey joh, luister dan, ik kom nu een rap zetten gewoon, ja toch? Ja, dat is hoe dat is gegaan. En dat is ook hoe ik, dat is hetzelfde met, weet je, hoe is Donnie in die dartwereld geraakt? Ja, omdat hij gewoon heeft aangegeven dat hij dat de shit vindt. Mm. En nu doet hij daar allemaal dingen mee. Ja, ik vind het altijd leuk als ik zie dat een collega-artiest een andere passie van hem ook om kan zetten in iets monetairs, weet je, dat er gewoon geld mee verdiend wordt. Als ik Jesser op tv zie commentaar geven bij Studio Sport over Egypte, het voetbalteam. Ja, sick. Dan denk ik, dat is toch een van mijn kinderen, weet je. Dan zit ik zo voor de tv en denk ik, zo voelt dat echt. Ja, dat is echt een van mijn kinderen. Goeie ik energie pink er echt bijna een traantje bij weg. Daar ben ik echt trots. Weet je, zelfs als ik, het is nog steeds, ondanks dat er nu geen contact is, als Jorik de Ziggo Dome uitverkoopt, dan denk ik, ja, dat is toch mijn kind. Mm. Dat gaat niet weg. Weet je, die trots die blijft er altijd wel zitten. Ga je naar die show? Dat weet ik niet. Dat is ik denk niet dat er een uitnodiging voor mij is in de rode loper. Die ligt er niet. Maar kijk, ik heb de sleutels van elke achterdeur natuurlijk. Dus als ik daar wil zijn, dan kan ik daar zijn.
En onmogelijk dat je me weg kan houden uit een tent waar 1700 man binnen, 17.000 man binnenkomen natuurlijk. Ja, toch. Maar ik denk dat het op een vrijdag of zaterdag valt. En dan moet ik meestal zelf werken. Dus de agenda zal het niet toelaten. Maar als dat niet het geval was geweest, dat is natuurlijk, ja, ergens wil je dat natuurlijk wel zien. Dat kan ik heel goed begrijpen zelfs, man. En hopen dat het goed gaat natuurlijk allemaal. Een grote show, spannend allemaal, weet je wel. Dus dat zijn wel dingen. Terug op Francie dit jaar, 2019. Ja. We hebben net een nieuwe studio in de buurt van Hilversum. En ik probeer mijn tijd zo in te delen dat alle tijd die ik over heb, dat ik daar ben. Dus dan kan ik altijd werken aan ik heb altijd zelf dingen te doen en als er andere mensen zijn, dan gewoon met hun hangen. Drie verschillende plekken, dat er simultaan opgenomen kan worden. Ik heb wat producers getekend in mijn publishingfonds. En ik vind als je iemand tekent in je fonds, dan moet je ook met diegene aan de slag. Niet alleen ik als artiest, maar ik moet ook zorgen dat hun met andere artiesten in aanraking komen. En als ze wat nodig hebben, dat het gefixt wordt. Dus ik heb mezelf wel gelieerd aan een aantal mensen. Ik heb een meisje uit Rotterdam getekend, Anne Frank. Heet zij. En die ga ik uitbrengen. Is dat haar artiestennaam of is het zoiets echt? Oké. Gewacht. Sick. Ja man, we hebben er lang over nagedacht. En ik zeg, weet je het zeker? Zij zegt, ja man. Anne Frank. Dit is het. Uit Rotterdam ook? Ja man. Maar ze is tering hard. Ja. En ze is ontzettend aan het ontwikkelen. En ik hoop dat iedereen haar zo hard vindt als dat ik het vind. En als dat zij zichzelf vindt. Want dan komen we een heel eind. En dat komt er allemaal aan. En we hebben gewoon op dit moment in de studio nog... Ja, er is een jonge Rakimster die gaat er aankomen met dingen. Er is een jonge Serrano die gaat met dingen aankomen. Er is nog een meisje uit Rotterdam, Mio, die zingt en rapt. Die is ook tering hard. Wat rauwer, wat meer straat. Zij is Antilliaans. Dus je kent de Antillianen van Rotterdam. Weet je, ze zijn gewoon heavy motherfuckers. Weet je, maken geen grappen. En dat is een beetje de sfeer die zij ademt. Dus dat is wat. We hebben twee vrouwen uit Rotterdam, dat is heel dope. En een paar hele harde producers vanuit hier uit de buurt ook. En dus dat gaat allemaal langzaam uitkomen. We moeten ook gewoon kijken, weet je, wat wordt er opgepikt vanuit Blauwdruk en met wie gaan we harder aan de slag. En ik kijk ook naar de artiesten van, wat is hun plan? Kom naar mij toe met een plan. Ja. Ik wil niet naar jou toe voorkouwen hoe wat je shit moet gaan. Wat is jouw visie en dan ga ik je kijken hoe ik je kan faciliteren. Precies, dat mijn artiesten naar mij toe komen en vertel me alles wat je aan het doen bent en wil gaan doen. Dan ga ik daarover nadenken, dan ga ik kijken van oké, wat kan ik vanuit mijn netwerk doen om jou eerder of beter bij je doelen te brengen. Ja. Dat is alles, kijk, heel veel vanuit een executive producer, ik raak geen drumcomputer aan, maar ik zorg wel dat er een drumcomputer is die het doet. En dat iemand hem goed kan bespelen ook. Ja, en gewoon fixen. P. Diddy is ook een producer, die heeft ook nog nooit een piano ingedrukt, weet je wel. Maar die loopt alleen maar te schreeuwen tegen mensen wat ze fout en wat ze goed doen. Nou, dat doe ik ook. Alleen ik schreeuw niet. Ik zeg het netjes. Ik ga gewoon achter iemand staan. Ik zeg, luister, jij bent echt een mogol. Dit gaan we helemaal anders doen. Maar ik breng het zo lief dat ze denken, je hebt gelijk, Frans. We gaan er nog eens over nadenken en we gaan het anders doen. Kijk, en ik probeer ze gewoon veel mee te geven. Kleine dingetjes. Weet je. Als je bijvoorbeeld zo'n schrijverskamp hebt en je bent in huisjes. Heel simpel. Dan moet je niet ook de afwasmachine hebben aanstaan. Ja. Hier is ook een afwasmachine in de keuken. Als die nu aan zou staan, zou het de opname opfokken. Zo simpel is het. Kan niet, weet je. Dus ik probeer gewoon... soms zijn het gewoon hele simpele dingetjes die je mensen moet meegeven. En ja. Af en toe moet je ook gewoon iemand troosten. En soms moet je ook gewoon zeggen, ja, vergeet dat wijf. Ze was toch niet goed voor je, weet je. Ondanks dat het misschien niet waar is. Want dan moet je iemand er doorheen helpen. Ja, het is ook een... Ik denk, als je in de muziekbusiness onderneemt, dan ben je... Ja, je bent gewoon... Aan de ene kant sta je gewoon op een markt met een kist sinaasappels en probeer je sinaasappels te verkopen. Aan de andere kant ben je ook een soort sociaal werker. Ja. En je moet ook iemand zijn vriend zijn. En je moet ook gewoon, weet je, hands-on manesje van alles zijn om shit te fixen. Weet je, ja, we hebben auto's die moeten rijden. Ja, dus af en toe ben je ook gewoon... bezig met zorgen dat vier auto's winterbanden hebben, weet je. Gewoon simpele basic shit, weet je. Maar wat wel heel belangrijk is, dat iedereen die met mij rijdt en die shit te doen heeft, ik vind, zeg maar, als je, we hebben laatst uitgerekend, in 2 jaar 200.000 kilometer gereden. Nou, veel van onze collega's en artiesten zijn altijd onderweg. En als je onderweg je geld verdient, moet je echt zorgen dat die auto, die moet altijd goede remmen hebben. Altijd winterbanden, weet je, altijd gewoon in topconditie. Je wilt niet in Antwerpen staan langs de weg met een rode motor. Je kan niet naar je volgende show, ja toch? Je kan niet altijd met de crackjunk van de buurt in de hoeptie. Weet je, dat is één keer leuk, maar
dat kan niet je tourmanager zijn voor de aankomende 3 jaar, begrijp je? Dat gaat niet werken. Dus ik probeer ook gewoon mensen te professionaliseren, teams om hun heen te bouwen en ja, als het niet werkt, op tijd terug te trekken. En als het wel werkt, double down op de investering en knallen. En ik heb nu ook, zeg maar, omdat ik lang bezig ben geweest met mezelf weer op de rit te krijgen, geestelijk, lichamelijk, financieel, kon ik niet zoveel voor andere mensen betekenen. Ik had zelf een beetje hulp nodig, snap je? Mensen moesten mij helpen. Doordat ik geholpen werd en weer sterk sta, heb ik extra energie en ruimte over om ook andere mensen te helpen. En dat is het mooiste wat er bestaat, is om iemand anders te helpen. Toch? 100. Maar we zijn 5 jaar verder. Frans is dan inmiddels, wat is het nou? Ja, 43? Dan ben ik 43. Yes. En ja, ik ben nu even de advocaat van de duivel. Ja. Je bent een oude rapper, ik wil jou niet meer horen. Ik ben nu al een oude rapper, ik wil horen. Ik wil niet meer horen. Hier met me te praten. En dat is ook 5 jaar, precies hetzelfde. Ja. Maar stel je voor, rap is het niet meer. Ja. Ik kan het me niet voorstellen, omdat ik dit al doe vanaf dat ik 16 ben en ik ben nu 38. Dus dit is voor mij heel moeilijk om voor te stellen. Maar is er nog ergens anders een passie waarvan je denkt, dit zou ook nog kunnen uit? Kijk, ik vind tv maken zeker leuk. En als ik daar genoeg ruimte in krijg, als ik dezelfde dingen kan vertellen op tv als dat ik wil vertellen in mijn raps, dan is dat zeker een optie. Yes. Maar de tv-wereld, de televisie, John de Mol maakt geen televisie om mensen iets bij te brengen. John de Mol maakt televisie om in de reclamebokken wasmiddel te verkopen. Ja. En dat is oké. Okay. Ik accepteer dat. Maar ik accepteer tegelijkertijd dat dat waarschijnlijk voor mij artistiek niet een manier gaat worden om mezelf te uiten. Theater? Kan, ben ik over aan het nadenken, maar... Wat zijn de drempels? De drempels zijn het publiek in het theater. Zweer dat? Als ik een lang betoog wil houden voor mensen die eruit zien als mijn ouders, dan ga ik naar mijn ouders toe. En dan zeg ik, Niek, Nel, ga even zitten. Ik ga voor 1,5 uur wat voor jullie vertellen en aan het einde mag je klappen. Snap, ik ga zelf amper naar het theater. Mm. Dus dan komt het weer op het feit, moet je ergens staan en zijn. Waar je, kijk, en ik heb 2 theatertours gedaan, maar dan wil ik muziek spelen. Ik zit nu op dit moment in een theatertour met Sean West. En de leukste zalen die we hebben zijn de zalen zonder stoelen. Waar mensen gewoon meteen kunnen staan en mee kunnen zien. Maar theater, als mensen 2 uur lang op een stoeltje zitten, dan moet je ook veel rustige nummers doen, dit en dat. En het kan. Maar wat het is met theater, je moet vroeg komen, je moet op gaan bouwen, soundchecken, eten, spelen, laat klaar. En aan het einde van de rit heb je misschien 1500 piek in je zak, wat je overhoudt aan theater. Kijk, als je op een gegeven moment groot wordt, ja, dan komt het natuurlijk 5 shows gedaan heb en je hebt 90 zalen en je hebt de grootste zalen, dan kan je echt wel 5000 euro per avond overhouden. Ik geloof ook echt wel dat Ali dat overhoudt als hij in het theater staat. Maar dat heeft hij ook moeten opbouwen, zeg ja, maar, van 1500 naar God mag weten wat het nu is. I don't know. Het zal waarschijnlijk een godsvermogen zijn en het is top voor Ali. En, ik denk dan, kijk, ik kan op een avond 2-3 tape optredens doen voor tussen de 2750 en de 3500 per stuk. Dus dan kan je technisch gezien 9 tot 12.000 omzetten versus 1500. Ja. Yeah. Dus daarom ga ik het theater niet in. Ja, dat is gewoon redelijk toch? Ja, toch? Ja, easy. Kijk, en die show van John die draaide op de weekdagen. En hij heeft mij gevraagd, alsjeblieft doe mee. Ik heb niet veel budget, maar het zou super tof zijn. En we hebben groot succes gehad met een aantal van die platen. En dus ik dacht, nou ja, als ik door het land moet met hem en ik kom pas na de pauze erin, ik hoef niet te soundchecken, dus ik kan zeg maar om 9:15 aankomen en voor 10:00 zit ik weer in de auto. 3-4 liedjes doe ik mee. En dan is het heel anders. Dan ligt niet de druk op je, maar kan je wel leuk in het theater spelen. Dus ik heb nu wel de lusten en niet de lasten van de theatertour. Maar ik heb wel een aantal verhalen die ik zou willen vertellen in het theater. Eén show die ik al in mijn hoofd klaar heb, ik jullie net de voorproef gegeven, heet Het Bedrog van André Kuipers. Ja, en dat zou een hele leuke, informatieve show zijn. Ook een toptitel, man, trouwens. Het Bedrog van André Kuipers. Ja, ja. Kijk, jullie hebben de demo gezien. Kleine teaser. Jullie weten welke kant het op gaat. Voor de andere mensen is het de vraag. Maar dat is iets, ik denk daar wel over na, maar... misschien is dat eerder iets wat in een podcast tot zijn recht zou komen dan in het theater. Maar ik ben niet avers tegen het theater, helemaal niet. Maar het moet wel kloppen. Ja, maar wat is je doel? Groot bereik?
Of je boodschap? Oeh. Ik heb geen doel. Ik hoef geen groot bereik. Ik heb mijn songs en die maak ik voor de mensen die ze horen willen. En zij weten wie ze zijn. Snap je? Nee, maar bijvoorbeeld bij Het Bedrog van André Kuipers. Oh, ja, ja, ja. Is dan je bereik, is dat cruciaal? Is je boodschap cruciaal? Waar ligt je prioriteit dan? Kijk, de boodschap, het bereik, ja, de boodschap en het bereik. Ik vind dat dat een boodschap is die veel mensen moet bereiken. Maar dat ben ik. Dat is mijn mening. En zoals ik had gezegd over meningen, weet je, ze zijn er in overvloed. En iedereen heeft er een en ze kosten niks. Dus ik weet niet of dat zo belangrijk is. Ik weet ook niet of ik degene ben die dat verhaal moet doordrukken. Maar ik vind het wel een interessant verhaal om te vertellen. En kijk, je zou natuurlijk ook een klein theatertoertje kunnen doen dat je zeg maar akoestisch je 10 mooiste liedjes speelt. Ik heb piano ballads zat, snap je? Ik kan een theatershow doen met alleen maar pianoliedjes, geen probleem. Maar nogmaals, het is voor mij zeg maar commercieel, economisch is het niet het interessantste project om aan te pakken. Dus dan denk ik dat ik eerder nog neig naar een mooie televisie af en toe. Maar ik sluit niks uit, het theater zou kunnen. Ik ga gewoon heel veel muziek maken, ik ga mensen helpen, ik ga zorgen voor mijn kinderen. Ik ga gewoon mijn leven leven. Gelukkig zijn wat ik nu al ben. Eigenlijk als ik, ja. En dat vasthouden. Snap je? Als vandaag mijn laatste dag was, dan was het een topper. Snap je? En zo wil ik eigenlijk elke dag kunnen afsluiten. Ja, ja. Dat is open het afsluiten. Ja, weet je, morgen is niet beloofd. Op gisteren kan je niet teren. Je moet zeilen op de wind van vandaag. Period. En on that note, eindigen we de prima podcast. Prima afsluiten dit, man. Lange Frans, super bedankt voor al je insights. Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ja, het was een honor. We gaan joint roken nu. Gaan we doen, man. Thank you for coming. En dope, man. Gruwelijke shit. Blessings. Yes. Dit was weer Vlotte Babbels, de podcast. We checken jullie.